Dat we in Nederland, als we een paar dingen veranderen, in basketbal bij de jongens ook Europese top kunnen worden. En het is ook een beetje vanuit die gedachte dat ik ook dit soort initiatieven best wel belangrijk vind. Informatie delen die ik heb opgedaan door mijn werk in het buitenland. Dus het is echt zo dat als ik in Nederland was gebleven, dan was ik niet tot de kennis gekomen waar ik nu ben. En ook niet tot die inzichten dat ik geloof dat het Nederlands basketbal die stap kan zetten. En daarom is het voor mij heel heugelijk dat jullie met z'n allen zijn gekomen. En dat we deze eerste clinic, maar de volgende sowieso nog vier, zo snel mogelijk ook uitwisseling kunnen krijgen. En die ideeën kunnen uitwisselen. En ook hopelijk een bepaalde vorm van discussie. Zodat we ook weer van elkaar kunnen leren. De opzet van vandaag is als volgt. Ik geef kort mijn analyse van de internationale situatie. En met name van de wereldsituatie. En dan ook meenemen het uitgangspunt van het NMT. Een mannenteam dat zegt we willen proberen 2028 Olympische Spelen te halen met de mannen. En wat daar dus voor nodig is om dat überhaupt te kunnen realiseren. Dat betekent dus top 5 op een EK of top 7 op een WK. Dat is nogal wat voordat je daar bent. Daarna gaan we specifiek over het eerste thema, namelijk een snelle bal ontwikkelen. Gaan we eerst even de richtlijnen stapsgewijs bij langs en daarna kom ik met een aantal videovoorbeelden. Waar alleen maar EuroLeague clips in zijn. Ik heb eigenlijk alleen maar de klassieker in Griekenland gebruikt. Er zijn nog een paar clips van CSKA tegen Maccabi, die ook interessant zijn. Om te illustreren wat ik daarmee bedoel. En tussendoor zou het fijn zijn als jullie een vraag hebben, dat je meteen je hand opsteekt. Dat we meteen ook discussie krijgen over de afzonderlijke punten die ik probeer te behandelen. En zeker na de video lijkt het me mooi als we echt kunnen uitwisselen. Want ik wil graag met jullie delen wat ik heb geleerd doordat ik in het buitenland heb gewerkt. En echt het fundamentele verschil met de Nederlandse situatie en zeg maar de Europese toplanden, de subtoplanden wil ik graag benadrukken. Dat is mijn eerste punt. Maar ik ben hier natuurlijk ook om van jullie te leren als het kan. Dus als jullie interessante invalshoeken hebben of interessante nuances of zelfs hele andere meningen, is natuurlijk niks vruchtbaarder dan als coaches zich uitwisselen. Dus het is zo min mogelijk klassikaal als het even kan. Ik moet wel hier staan in deze opstelling, moet wel zo omdat we met zoveel zijn. Het liefst had ik natuurlijk gewoon een opstelling van een kring gehad, maar dat ging niet helemaal. En ik heb een microfoon omdat het ook wordt opgenomen. Dus de bond gaat deze workshops ook aanbieden, hopelijk. Daardoor is het niet, ben ik enigszins beperkt in mijn bewegingsruimte. Maar hoe sneller we ideeën kunnen uitwisselen, hoe beter wat mij betreft. Dat is de volgorde. En er staat 3 uur voor me, ik weet niet hoe lang het duurt. Dat is iets wat we gewoon moeten zien. Mijn ervaring is als coaches eenmaal in hun passie gaan zitten, dan vergeten we de tijd. Maar dat zullen we wel zien. Is het duidelijk, de opzet? Ja? Als je aan het einde nog niet hebt gevinkt, trek maar mijn jasje en dan zorgen we dat dat gebeurt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Oké, de analyse. Eerste opdracht. De opdracht is dat we in Nederland dus bij de jongens zo gaan opleiden dat we die doelstellingen van het NMT kunnen gaan realiseren. Dat betekent voor mij als eerste dat de focus verlegd moet worden van Amerika naar de top van Europa. Allereerst om een praktische reden. De praktische reden is namelijk, je kan niet kwalificeren met de FIBA Pan America Tournament. We spelen niet tegen Panama om ons te kwalificeren. We kunnen alleen maar via Europa kunnen we ons kwalificeren. En al onze jeugd speelt voor de internationale toernooien natuurlijk ook gewoon de EK's. En voordat we op een internationaal jeugd WK komen, zijn we heel veel verder. Dus we moeten kijken, wat doet Europa nou echt goed? En dat is heel veel inmiddels. En hoe kunnen wij als Nederland daarin aanhaken? Nou, als je eerst inhoudelijk kijkt naar de sterke punten van het Nederlandse potentieel. Ik vind het enorm. We zijn het langste volk van de wereld, wordt gezegd. Montenegrijnen discussiëren daarover, maar in ieder geval, we zijn een van de langste. En we zijn ook heel atletisch. We hebben een mengeling van, zeg maar, grote, blonde beukers en hele sierlijke, atletische jongens die ook nog eens heel lang zijn.
Nou, dat is natuurlijk al een goudmijn. En het is eigenlijk al sinds 20 jaar, misschien wel langer, dat Amerikaanse coaches, maar ook vooral Servische en Kroatische coaches aan mij vragen van, wat doen jullie in Nederland? Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat jullie niet meer presteren in basketbal? Wij wouden dat we dat hadden. Finland, nu een top 8 land in Europa. Ik heb de Finse coaches gebeld voordat we begonnen met de Orange Lions Academy. En ik heb gevraagd wat hun ervaringen waren om te leren. En ze begonnen meteen over, ja, maar wij hebben geen lange jongens. En jullie loopt te vol van, je hebt ook nog eens donkere atleten. Dus het eerste uitgangspunt van wat wij zouden moeten benutten is die twee componenten. Gewoon van de fysieke opmaak van de Nederlander. Het tweede, vind ik, is dat de Nederlander van nature een ondernemend iemand is. Een misschien zelfs wel creatieveling. En zeker dat aspect zie je in de sporten waar we internationaal succes mee hebben ook altijd als wapen. Bij het voetbal hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Maar ook bij het handbal zag je het toen ze goed werden. Bij het waterpolo zag je het, bij het volleybal de gouden medaille ook. Hele aanvallende, proactieve speelstijl. En ook het benutten van de brutaliteit van de Nederlander. Dat kan ook als nadeel worden gezien, maar ik zie het als een voordeel. Het derde aspect is dat wij, vind ik, in staat moeten zijn om op Euroleague niveau basketbalintelligentie te kunnen kweken bij onze talenten. Ten eerste zijn we cognitief goed onderlegd. Ons schoolsysteem is uitstekend internationaal gezien. Dus de sociale prikkels die kinderen meekrijgen, over het algemeen, zijn niet alleen maar gericht op overleven, wat je in andere landen misschien wel hebt, maar ook op je cognitief ontwikkelen. Daar hebben we wel een basis voor als Nederland. Dus het hele intelligente spel, wat je dus nu veel meer in Europa ziet dan in het college basketbal, maar ook het high school basketbal, daar zouden wij eigenlijk ook een hele grote stap in kunnen zetten. En het laatste punt waarvan ik vind dat we in Nederland als wapen moeten gaan benutten, en dat is ook een uitgangspunt, zelfsturing. Niet robotbasketballers opleiden. Nederland is heel eigenwijs, krijgen ook in hun opvoeding vrij snel mee, je moet leren je eigen beslissingen maken. Zijn ja-marers een beetje misschien, maar dat is ook een voordeel. Want dan moet je ook voor je keuzes gaan staan. En juist het basketbal waarin spelers voortdurend beslissingen moeten maken op basis van wat de verdediging je geeft, kan je natuurlijk niet gerobotiseerd uitspelen. Dan moet je eigenlijk elke keer kunnen lezen welke optie je wordt gegeven. En het allerbeste basketbal wordt natuurlijk op die manier gespeeld. Nou, die vier punten, die zitten in onze cultuur. Die zitten in ons land. En eigenlijk zouden we die als kracht moeten gaan benutten om die sprong naar de Europese subtop en daarna naar de Europese top. En wellicht daarna in de wereld ook iets kunnen doen, moeten maken. En het is ook helemaal niet zo, het is niet een luchtkasteel. Niet zo lang geleden heeft het Nederlands mannenteam van Kroatië gewonnen, toen Kroatië een top 6 land was. Ook nog niet zo lang geleden heeft het Nederlands mannenteam bijna gewonnen, na twee verlengingen verloren in Litouwen. En Litouwen is een top 4 land. Dus het is niet een droom die niet realistisch is. Alleen, ik geloof dat we stappen moeten gaan zetten in een bepaalde richting. En de eerste stap die we moeten zetten is onderkennen dat alle Europese toplanden hun eigen jeugdopleiding hebben. Dat geldt nu echt ook voor Duitsland, waar ik natuurlijk 5 jaar heb gewerkt. Maar zeker voor Finland, inmiddels ook voor België. Inmiddels ook voor de kleinere landen zoals Slovenië. Griekenland heeft het natuurlijk al sinds jaar en dag. En wat is daar zo belangrijk? Die spelers die worden opgeleid om in Europa succesvol te zijn. En maken daarna de stap naar de NBA. Onze jongens hebben allemaal focus op Amerika. Al onze topspelers, ik had net met Erik Kropf over Matt Harms, natuurlijk een internationaal toptalent, buiten kijf. En ik hoop dat het hem lukt, dat hij de NBA haalt, maar ik vergelijk het met Kristaps Porzingis, die in Sevilla is opgeleid en tot een internationale specialist is gemaakt, omdat hij daar echt heeft leren schieten. En dat doet de Amerikaanse opleiding niet meer. Die leidt op heel gespecialiseerd en heel erg op de NBA gericht. En dat is niks mis mee. Maar de praktijk leert ook dat onze jongens die prof willen worden bijna niet de NBA halen. En voor het grootste gedeelte in Europa een carrière ambiëren. Dus eerst maar eens zwenken naar wat doet Europa nou goed. En hoe kunnen wij daarin aanhaken. Dat was mijn eerste gedachte. Omdat als je niet in eigen land een soort van kweekvijver bent voor je toptalent, dan zal die binding om bij Oranje te horen bijvoorbeeld, maar ook om op Europese manier te denken, zal nooit ontstaan. Dat gaat niet gebeuren.
En dan denkt iedereen, ja, maar basketbal is toch basketbal? En dat is toch gewoon overal hetzelfde, universele wetten. In zekere zin geldt dat wel, maar het is wel uit elkaar gegroeid. Met name door de ontwikkeling in de NBA. Die moeten we ook onderkennen. In de NBA is het veld groter gemaakt, breder gemaakt en de verdedigende regels zijn natuurlijk totaal anders. Het is veel meer 1-1 uit isolaties. En het Europese basketbal kenmerkt zich vooral door 5-5 en vanuit 5-5 herkennen waar de 2-1 gaat ontstaan. Dat vereist ook een andere denkwijze. En ik ben natuurlijk vrij lang al profcoach en ik heb ieder jaar natuurlijk ook Amerikaanse spelers gecoacht. Ik heb ze per jaar minder tactisch intelligent meegemaakt en veel meer ook op statistieken georiënteerd. Ik moet mijn punten krijgen, want anders word ik niet meer verkocht. Nou, die wegen zijn wel een beetje uit elkaar gegaan. En de vraag die wij als Nederlandse opleiding ons moeten stellen is, oké, wat willen wij? Willen we nog steeds een MBA-model hanteren? Of een college-model, wat ook wel gebeurt? En zijn we daar dan in de toekomst succesvol mee? Of zeggen we, nee, we moeten via Europa goed worden, dus laten we nou eens goed gaan kijken wat het verschil is. En ik geloof in het tweede scenario. Ik geloof dat wij in Nederland heel goed kunnen worden in het Europese basketbal, maar dan moeten we wel in de opleiding een paar fundamentele veranderingen maken. En onze jongens moeten ook een alternatief aangereikt krijgen, dat ze niet alleen maar prof kunnen worden via de Amerikaanse weg. En dat moet je natuurlijk ook in eigen huis beginnen. Want voor alle toplanden in Europa, nu ook dus Duitsland, zeggen de bondscoaches eigenlijk, we willen ze in eigen land goed maken. We willen niet meer dat ze naar college worden gestuurd. En dan zegt iedereen, ja, maar hoe zit het dan met Moritz Wagner? Hè, van de Duitse speler die bij Michigan de NBA heeft bereikt. Dat klopt, maar ik, Hendrik Reudel, de bondscoach van de Duitsers, is een redelijk goede basketbalvriend van me. En ik was erbij, nou, niet erbij toen het gesprek voerde, maar ik heb van hem gehoord dat ze echt gewoon knalhard hebben onderhandeld met de coach van Michigan. Van het tweede jaar start hij op de 4, anders komt hij niet. Dus dat zijn natuurlijk situaties waarin je wel spelers nog kan helpen. Je kan zeggen Mark Kanen 1 jaar Arizona, maar dat was ook van tevoren afgesproken. 1 jaar en daarna gaat hij naar de NBA. Zijn basisopleiding hebben die jongens echt in Europa gehad. Nou, dat is onze uitdaging in Nederland, om onze jongens zo goed te maken dat je ze voor een mooie profcarrière, hopelijk in de NBA, maar mocht dat niet lukken, misschien wel in de Euroleague of misschien daaronder, opleidt. Het potentieel is er. Maar ik geloof dat we een aantal stappen moeten zetten. En de eerste stap, en dan heb ik het eigenlijk alleen maar over een aanval, is de bal snel laten worden. Dus niet de spelers snel laten worden, die hebben we al. Hier zit er een van onze point guard zit hier ook. Dimitri, volgens mij de allersnelste van zijn leeftijd in elk geval. Maar wat Europa kenmerkt is dat de bal snel is. De spelers leren echt van jongs af aan heel snel beslissen. En ook intelligent beslissen op basis van wat het spel ze aanreikt. Nou, kijk naar de NBA, dat is het helemaal niet nodig. Want je mag niet helpen en je kan gewoon je beste speler isoleren en je geeft hem de bal. En dan doet hij zijn ding, zeg maar. Dus dat model is echt anders. Een snelle bal gaat uit van vanuit een 5-5 een voordeel creëren. Ik kom straks op de richtlijnen. En dat begint natuurlijk met een fast break. Als je vanuit een fast break een overtal hebt, moet je meteen het overtal uitspelen, vind ik. Dus ik pleit ook heel erg voor in de jeugdopleidingen. En we gaan ook proberen vanuit de bond regelveranderingen door te voeren, zodat zeker de jongste jeugd veel sneller kan gaan spelen en kan gaan trainen. Die zijn al in de pen. Hopelijk gaat dat lukken. Om veel met tempo te werken. Want hoe sneller spelers moeten basketballen, hoe sneller ze ook moeten leren beslissen. En met name dat stuk, het beslissen, moet je van jongs af aan trainen. Want als je van jongs af aan leert hoe je met allerlei dribbelmoves je man kan verslaan, dan hoef je helemaal niet te kijken wat zeg maar de gehele situatie zich je aanbiedt. Dus als je uitgangspunt is, nee, eerst je man verslaan met allerlei dribbles, stepback, pullback, hesitation moves, die je allemaal moet leren trouwens. En niet, wat geeft het spel mij? Waar gaat het voordeel ontstaan? Dan train je dat ook niet. Simpel decision making versnellen. Dat zijn ook maar twee stokpaardjes. Ik geloof als wij sneller kunnen beslissen en sneller kunnen handelen, dat we die sprong naar Europese top kunnen zetten. Dus de bal snel betekent snel herkennen waar het voordeel gaat ontstaan. Fast break is natuurlijk de eerste keuze. De tweede keuze is vanuit 5-5 herkennen waar een voordeel gaat ontstaan en dat dan niet meer weggeven.
En wat ik zeg is wat echt alle topjeugdopleidingen in Europa allang praktiseren. De Serven doen het iets anders dan de Spanjaarden. Ik heb ook Spanje als benchmark gekozen, niet Servië. Waarom? Omdat ik vind dat met onze talenten wij nog iets beter zouden zijn in het model van de Spanjaarden dan in het model van de Serviërs. Je moet ook nooit kopiëren. Je moet iets doen wat echt bij je past. De Spaanse situatie gaat iets meer uit van altijd fast break en altijd overtal creëren vanuit 50-5. De Servische situatie gaat iets meer uit, niet helemaal hoor. Het blijft nog steeds internationaal top vanuit een 1-1 als beginpunt. 1-1 creëert een 1-2, waardoor ergens een 1-0 of een 2-1 ontstaat. Ik kijk dus naar Spanje. Mijn doel is ook, over weet ik veel hoeveel jaar, gaan we Spanje verslaan. Dat is mijn doel. Staat ook nummer 2 op de FIBA-ranking natuurlijk. Maar goed, je moet dus spelers leren altijd snel te willen spelen. Niet omdat je run and gun wil spelen, helemaal niet. Maar omdat je decision making wil trainen. En als coach moet je daarmee bezig zijn. En wij gebruiken een aantal richtlijnen, die heb ik op papier gezet. En schiet op me als je denkt van wat bedoelt hij daarmee. De eerste is dat wij tegen onze spelers zeggen bij de OLA, maar we proberen het bij de nationale teams ook te integreren vanaf volgend jaar. De bal is in 1 dribbel bij de middenlijn. Dus we trainen bijvoorbeeld op outlets. We willen niet dat guards de bal gaan halen. Als de outlet er niet is, we trainen op de techniek van een outlet, vandaag toevallig ook nog weer gedaan. Dan willen we dat degene die de rebound pakt een push dribbel gebruikt, zodat je snel up court speelt. Ja. Kijk een clinic notes? Nee. Oké, daar gaan we. Nee. Maar dat komt allemaal in beeld, hè? Dus je krijgt alle. Je kan het op video terugkijken. Okay. Dat sowieso. Zijn dat goede clinic notes? Denk het wel. Nee, dat spreekt voor zich. Wij zeggen ook altijd upcourt pass geven. Dat blijft natuurlijk zo, heel ouderwets. De bal gaat sneller dan de dribbel. De pass gaat sneller dan de dribbel. Maar wel met een hoek. Snapt iedereen wat ik daarmee bedoel? De zijkant. Ja, precies. Je kan nooit iemand op zijn rug pasen. Als je dus op tempo basketbal wil spelen en je hebt iemand die recht voor je loopt, dus je leenorganisatie is niet helemaal voor elkaar, dan moet de guard eerst een hoek creëren om zijn paas te kunnen geven. Want je hebt niks aan een, behalve als je een 1-0 paas kan geven voor een layup, dan kan je over hem heen gooien, maar in principe moet je altijd een hoek. We gebruiken altijd een rimrunner, dus één van de twee grote mensen zeggen wij gewoon sprint naar de ring en kijk of je een situatie hebt dat je direct kan sealen. Nou, die drie zeg maar richtlijnen garanderen eigenlijk al dat spelers gaan denken, innemen, gaan. He, dat is eigenlijk wat het doet. Dus het is niet zozeer heel erg tactisch, maar het is eerst maar eens de impuls van laten we gewoon snel spelen, omdat het gewoon een teaching tool is. Precies zoals de Spanjaarden dat doen. Het resultaat is wel dat als je daarmee begint, dat de bal overal naartoe gaat. Want spelers zijn dat niet gewend. En daar moet je als coach wel tegen kunnen. Ik kom zo, ja, okay. Ik kom zo bij je. Want de enige manier om dat te leren is door vallen en opstaan. Dus je moet eerst in die versnelling komen om te leren handelen en denken in die versnelling. Als je een Spaanse jeugdwedstrijd kijkt, dan zie je de bal ook overal naartoe gaan. En ze blijven stimuleren om dat te doen. Wat is jouw vraag? Ja, ik zie dat die rimrunner was eigenlijk altijd de trailer die binnen kwam snijden. Maar ik zie toch wel in de ontwikkeling van de basketbal dat ze heel veel kiezen van meteen een screen in de sideline. Hè? Dus je dribbelt op en in de transition wordt daar meteen al een screen op de bal gezet. En, ja, het zogenaamde drag screen of het step-up screen afhankelijk van de verdediger. Ja, ja. Maar klopt. Daar zit je eigenlijk al in je secondary. Ja. Heeft iedereen de opmerking gehoord? Eigenlijk is het eerder een opmerking. Dat internationale basketbal zie je steeds meer dat als er geen rimrunner is, of een trailer, vroeger was dat de eerste trailer, maar tegenwoordig is dat degene die in de punt van de break loopt eigenlijk. Dat willen wij ideaal. Hè? We willen eigenlijk een diamantenbreak. Als je leent zijn nog achter je rimrunner. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat is wat je ambieert. Dan als de eerste trailer of de eerste big man parallel met de bal is, dat je meteen een drag screen speelt. Dat zie je in Europa heel veel, dat klopt. Dat zegt Lodewijk terecht, dan zit je eigenlijk al in je secondary break. Dat klopt ook weer, maar in Europa wordt die situatie heel veel uitbenut om meteen het voordeel te spelen natuurlijk. Hè? Maar daar wijk jij dus vanaf? Nou, wij doen het ook wel. Alleen, we willen eerst onze jongens leren om die impuls van altijd fast break situatie te zoeken. Kijken of het overtal het voordeel kan ontstaan. Te realiseren. Dus we willen niet meteen naar de drag scene toe gaan. We hebben ook wel set plays, want je kan niet altijd rennen. Hè? Waar we dat gewoon gebruiken.
Maar eerst maar eens die impuls van altijd snel gaan. En dan zeggen we ook, de eerste 8 seconden van de aanval zoek je lay-ups en open 3-punters. Best wel een belangrijke... Open. Ja, en ook lay-ups. Je wil niet dat spelers... Je wil dat ze agressief zijn en creatief. En dat geloof ik echt, dat Nederlandse spelers daar heel goed in kunnen als je ze de kans geeft. Maar je wil ook dat ze goede decision makers worden. Dus je moet wel... Want als je het helemaal vrijgeeft, dan krijg je running gun op de Paul Westhead stijl, zeg maar. Elk schot is goed. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat wij intelligent en snel basketbal moeten gaan spelen. Proactief. Met onze kwaliteiten kunnen we dan heel goed worden. Dus heb je niet het voordeel of het overtal, heb je ook geen mismatch, wat een voordeel is, dan moet je de bal snel maken om het voordeel te creëren. En niet zeggen, my shot coach. Woo. Die vind ik dus niet goed. Erik. Maar je hebt het specifiek over die Spaanse situatie. Mm-hmm. En ja, ik wil dan eigenlijk een stukje teruggaan. Want je hebt die snelheid daar inderdaad. En ik ben er ook eens met het Nederlands team onder 16 geweest. En ik was verbaasd dat die Spanjaarden gewoon 3, 4, 5, 16 seconden sneller schakelden. Ja. De Nederlandse internationals schakelen. En dan heb ik het niet over dat ze dat bij de topploeg hadden, maar ook de gemiddelde ploeg. Ja. Dus ook de lokale ploeg die ook... zeg maar als 16e aan het toernooi deel mocht nemen. En ja. Ik ben er ook achter gekomen hoe dat komt. Omdat ze namelijk als ze 5, 6, 7 jaar zijn, dan fluiten ze niet, of dan ze scheidsrechter hoeft niet iedere keer die bal te hebben. Ja, die gaan wij ook veranderen. Daar is schakelen van. Die gaan wij veranderen. Ja. Die komt bij de U12 volgend jaar. Dat dan? Ja. Want dat is wel de basis, ja, van die snelheid. Ja. Helemaal waar. Ja. Frans noemt ook, hè? Ja. Dus niet checken, maar gewoon bal innemen gaan. Dat gaan we bij de U12. Dat is een van onze regelveranderingen voor volgend jaar willen introduceren. Maar dat klopt. Maar de afgrenzing van lay-ups en open drie punten is omdat je niet wild dom basketbal wil. Je wil snel intelligent basketbal. Een vroege 1 tegen 2, dat hoort er eigenlijk bij, pasen we altijd uit. Even terug naar het volgende punt. Waarom drie punten? Open drie punten, nou ja, oké. Okay. Heeft iedereen de vraag van Erwin Hageman gehoord? Waarom drie punters? Ten eerste, als je snel wil zijn, moet je het veld zo groot mogelijk maken. Dus je spacing is heel essentieel. Ten tweede, kijk naar het internationaal topbasketbal. En als je geen drie punten kan maken, dan kan je het vergeten. En een drie punter op de break, in een situatie waarin de verdediging uit positie is, is een dodelijk wapen. Net zoals uit een aanvalsrebound. Als je daar een open driepunt kan krijgen, de Warriors spelen zelfs een play daarvoor. Hè? Een hammerscreen uit een aanvalsrebound. Dat is natuurlijk de meest ongeorganiseerde verdediging die je kan hebben. Altijd pakken. Nou, 3 punten is 1 punt meer waard dan 2 punten. Dus ik zou hem altijd nemen. Hey. Ik baken het om een aantal redenen af. A1, spacing. 2, de psychologie van een push en de dreiging van een driepunten maakt verdedigers defensief. Kijk naar Real Madrid bijvoorbeeld. Ze lopen lang niet altijd die breaks. Ze zijn de hoogscorende ploeg. Maar omdat tegenstanders weten, als ze helemaal gaan rennen, dan staan ze in die hoeken. Laat het alsjeblieft niet gebeuren. Juist omdat ze hun spacing zo extreem benutten, zijn ze natuurlijk levensgevaarlijk als het tempo omhoog gaat. Wij trainen daar ook specifiek op. En gewoon echt specifiek trainen op de transitie 3. Ja. Is heel goed mogelijk. Ja. Daar krijg je heel goed voetenwerk van. Ja, ook dat is waar. Heb je daar ook statistische getallen bij die je daar meeneemt? Dus doelen? Ja, ik wil zoveel schoten hebben, Nee. Nee. Waarom niet? Heeft iedereen een vraag gehoord? Heb ik statistische doelen die ik dan meeneem als richtlijn? Terechte vraag. Ik doe het niet omdat ik vooral eerst die speelstijl wil realiseren. Nou, stel dat de verdediging ervoor kiest om heel erg op de perimeter te verdedigen. Dan wil ik dat mijn guards penetreren. Dus het is juist gebaseerd op wat de verdediging je geeft. En daar moeten wij de stap zetten. Het herkennen van een voordeel. Een vroege 1 tegen 2 altijd uitpassen. Nog even. Sorry, ja. Ja, je hebt het even, de lay-ups en de open 3 punters. Maar als je geen 3-punten-schutter hebt in je team. Wat ik doe met mijn team, want de eerste 3 punten speel ik zo. Binnen 3 seconden wil ik allemaal op de aanval zelf hebben. Mooi. Dus eerst de lange de outlet en dan de advance pass en dan de rimrunner zoeken inside. Ja. Want als hij zijn bal sealed en gelijk de bal heeft, altijd 1 tegen 1, kan hij zo naar de baas gaan. Is sowieso de beste optie. Dus hij zegt, als je geen 3-punt schutters hebt in je team, dan zal de verdediging inzakken ten eerste.
Dus dan moeten ze leren drie punten schieten, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Maar de optie, de lay-up, is altijd te prefereren. Behalve als je comeback basketbal speelt, als je het echt snel moet terugkomen. De lay-up, de seal in de post, altijd te prefereren boven de drie punten. En ik heb ook open drie punten geschreven. En we komen zo op wat een voordeel nou precies is. En een drie punten met een verdediger in je gezicht en iedereen in positie is geen open drie punten. Je moet eerst het voordeel creëren. En daar zit die nuance. Dus een open schot betekent niet, oh, mijn man geeft me genoeg ruimte dat ik kan aanleggen, maar iedereen staat in positie, dan ben je niet open. En dan heb je ook geen voordeel. Maar als de verdediging in een close-out of in een overtal op de bal, dus ergens is een overtal zonder de bal, dan heb je een voordeel. En dit is wel een belangrijke verschil. Daarom zeg ik ook een vroege 1 tegen 2 altijd uitpassen. Is dat dan een rebound voordeel waar je het over hebt? Ja. Oké. Ja. Is dat dan een rebound voordeel? Ja, het is een rebound voordeel en het is een ritme voordeel. Want het beste schot is natuurlijk het schot in ritme, waarin je weet, ik ga hem krijgen, ik zet klaar, boom. De inside-out drie punten is natuurlijk veel makkelijker dan de outside-in drie punten. Maar een verdediging in beweging is per definitie uit positie voor de rebound. En als je het tempo dan ook nog eens hoog maakt, dan zitten ze shit, vertragen, dat wil je natuurlijk. Even voor mij, outside-in drie punten? Ja, upcourt pass meteen nemen, dus de bal is nog niet bij de ring geweest. Okay. Ja? Trouwens, als je mensen zoals Bob, moeten ze ook nemen. Hè? Okke, als die bij mij zou spelen, zou ik niet zeggen niet schieten. Dus je moet ook wel meenemen dat je natuurlijk specifieke talenten hebt in je team. Zou je ooit zeggen tegen Okke niet schieten? Hij heeft coaches gehad die dat tegen hem hebben gezegd. Yes? Beroemde coaches zelfs. Vroeg 1 tegen 2 altijd uitpaas. Snapt iedereen die? Moet ik die nog uitleggen? 1 tegen 2, 1 aanvaller. Of? 1 aanvaller, 2 verdedigers die de bal verdedigen. Dan is waarschijnlijk een open driepuntrijd. Als er een vroege 1 tegen 2 is, dan betekent het dat je gedekt bent min of meer. Anders is het geen 1 tegen 2, dan is het een 1 tegen 0. Dat onderscheid moet iedereen beseffen. Maar dat betekent dat de bal heel snel kan worden. Want je creëert geheid een close-out situatie. Als het niet een lay-up is van een big man die onder de basket loopt. Dus dat is dé kans om de bal snel te maken. Als je dan een geforceerde actie neemt, is het eigenlijk killen van dat voordeel wat zich begint aan te dienen. Dus iemand vult dan die hoek en dan wordt uitgepaast. Bijvoorbeeld. Nou, het ligt er maar net aan waar je. Maar als je spacing goed hebt, dus je hebt 3 mensen op de perimeter en een trailer en degene die en een big man. Zelfs die big man, dus de seal, wie had de seal? Jij. Die trekt de tweede man, dan is er altijd iemand vrij. En dan is het een zaak van, dat is het voordeel waardoor de bal snel gaat worden. Is dat duidelijk? Oké. Catch to attack to create, dat is een hele belangrijke. Mijn ervaring nu is, de belangrijkste fundamental voor de individuele speler is het vangen. En niet zozeer de techniek ervan, die is ook heel belangrijk. Dat je vanuit je vang alle drie de dingen kan doen. Maar vooral de psychologie van het vangen. Je vangt hem altijd om aan te vallen. Vanuit die situatie. Een beroemde coach, Dusan Ivković, kent iedereen waarschijnlijk wel, hè? Panathinaikos gecoacht en is Euroleague kampioen mee geweest. En later is hij bij Olympiakos geweest. Overal. Die zei eigenlijk is topbasketbal close-outs creëren. Dat was zijn mening. En alles wat je daarvoor doet is in principe close-outs creëren. En nou ja, als je close-outs hebt gecreëerd, dan is een verdediging in principe uit positie. En dan moet de bal, en dan moet je dat voordeel niet meer weggeven. En als je hem dan vangt op deze manier, of naar wie moet ik hem passen, dan dood je dat voordeel. Dus het is een hele belangrijke fundamental. Als je hem vangt, val aan. En, dan komt het volgende punt. Ik sla er eentje over, die 2 tegen 1, die kom ik zo op. Beslis voordat je de bal hebt. Als je hem vangt en je moet dan beslissen, wordt het een drive, een schot of een next pass of een angle dribble. Dan stel je de verdediging die uit positie is gespeeld door de balbeweging weer in staat om zich te herstellen. Popovic praat over point 5. Dat ik van een van jullie heeft me dat verteld volgens mij. Chris misschien? Nee, oké. Okay. Popovic gebruikt het principe, Popovic coach van de Spurs, weet iedereen natuurlijk, die speelt heel Europees. Is ook elke zomer in Belgrado, hè? Om even ter informatie. Steve Kerr trouwens ook vaak. Die zegt tegen zijn spelers, op het moment dat je de close-out hebt gecreëerd, heb je 0.5 seconds om je beslissing te nemen. Een halve seconde. Dat impliceert natuurlijk dat je voordat je de bal hebt gekregen, moet je al de hele situatie hebben gezien.
is er een extra paas? Is dat de optie om de 2 tegen 1 te killen? Is de rotatie zodanig dat de volgende help... En als je Euroleague echt kijkt, wat ik iedereen eigenlijk... Als je echt het Europese topbasketbal wil volgen, moet elke coach Euroleague.tv nemen. Voor 99 euro heb je alle wedstrijden, ook van de Eurocup. Dan is het niet de eerste help, maar vaak de tweede of zelfs de derde help die gaat bepalen waar de open schot gaat gecreëerd worden. We hebben straks ook wat voorbeelden met video's. Maar als je dan situaties waarin we spelers zetten, waarin ze zeg maar uit een soort van close-out of een nadeel voor de verdediging snel moeten beslissen. Beslis voordat je de bal hebt. Je moet al gezien hebben wat de vervolgsituatie vereist. En dan, één stapje weer omhoog, de 2 tegen 1 moet je killen. Dus er zijn situaties voor te stellen. Misschien kan ik eentje tekenen. Oeps. Ik doe hem nu erop. En misschien krijgen we hem in de video ook nog. Waarin... Bijvoorbeeld deze 2 tegen 1. Deze situatie. Dus dit is wat je wil, hè. Je wil altijd een 2 tegen 1 situatie creëren. Altijd, bijvoorbeeld met deze close-out, een paas-paas tot gevolg heeft. Die is voor te stellen. Bij deze close-out, wat je nu te heel veel ziet in Europa, dat die close-out niet zo gaat, maar zo, is hij er al niet meer, hè. Dan wordt de 2 tegen 1 juist een drive. Maar wat hij doet is ook weer afhankelijk van verschillende situaties. In dezelfde spacing deze speler heeft net de bal gekregen uit een hard hedge, dus een short roll. Moet je nu, dan heb je nu waarschijnlijk nog deze spacing, moet je niet blijven staan. Als de bal hier is, moet je niet blijven staan. Waarom niet? Omdat zijn man natuurlijk de help speelt op de short roll. Als hij dan blijft staan, is de recovery mogelijk. Op het moment dat dit gebeurt, moet je juist een basketcut maken. Want dan wordt die 2 tegen 1, de keuze voor hem wordt, ga ik mee of blijf ik bij de schutter. Dus trainen op een 2 tegen 1 situatie is heel wezenlijk om de bal snel te laten melden. Hetzelfde spacing, verschillende situaties, verschillende reads. Dat is bijvoorbeeld een nuance. Die je in de Euroleague gewoon niet meer fout ziet gaan eigenlijk. Dus een 2 tegen 1 moet je killen. Nou, het belangrijkste is natuurlijk vangen om te scoren. Maar ook beslis voordat je het bal hebt. Volgende punt. Herken... Is het geluid nog goed? Herken het voordeel. Wat is nou het voordeel? Het voordeel is wat mij betreft twee situaties. Twee verdedigers die de bal moeten verdedigen. En dan is het voordeel dus ergens anders. En dat kan bij screens, kan bij 1 tegen 1, kan bij post-up, ook 1 tegen 1 natuurlijk, kan ook bij ballscreens, veel in ballscreens. En een mismatch. Een mismatch is ook een voordeel. En wat mijn doel is met onze jongens, is dat je eigenlijk elke aanval, fast break, slow, set offense, out-of-bound situatie, ook tegen zones, altijd zo denken. Altijd denken, waar gaat het voordeel ontstaan? Point guards met name moeten dit echt leren. Dat ze voor hun team herkennen waar het voordeel gaat ontstaan. Ik wil nog wel een voorbeeld uittekenen, maar we krijgen straks ook echt leuke voorbeelden uit de clips van de Euroleague. Het pin-down screen voor JC Carroll. Real Madrid. Kan natuurlijk op allerlei manieren, hier is de passer, kan natuurlijk op allerlei manieren een voordeel opleveren. Bijvoorbeeld wat je nu veel ziet bij hem, omdat hij zo gevaarlijk is met zijn drie punten, is dat deze man een jump switch speelt. Dat zie je heel veel, hè? Want hij is zo ontzettend goed van het screen komen catch and shoot. Waar is dan het voordeel? Screenen. Ja. Boom, seal de switch. Meteen in de post. He? Meteen. Wat je ook veel ziet, is dat bijvoorbeeld hier staat dan, laten we zeggen, Rudy Fernandez. En dat deze man dat weet. Dus hier staat een verdediger. En die anticipeert daarop. Het is precies dezelfde situatie. Waar is dan het voordeel?
of één cut, paas, paas. En dan zie je echt dat de paas uit de vang meteen door wordt gegeven. Maar ook heel vaak fake paas, skip naar de hoek en je hebt weer die voordeelsituatie gecreëerd. Dan is er nog iets mogelijk. Er zijn ontzettend veel reads mogelijk. Maar nu noem ik alleen deze situatie. De verdediger van JC Carroll gaat in zijn rug zitten. Dus wat je krijgt is dat hij alleen maar kan curlen. En die krijg je dan. Dan wordt het voordeel natuurlijk bepaald, even vanuit deze simpele 2 tegen 2, en uiteindelijk is het altijd vanuit de 5 tegen 5, wat doet de verdediger van de grote man? Blijft hij zeg maar tussen basketlijn, dus blijft hij tussen de lijn van de screener en de ring, dan is het voordeel altijd JC Carroll de bal geven en de mismatch aanvallen. Altijd. Klopt, hè? Maar stapt hij bijvoorbeeld hoger op, dan is het voordeel altijd slip. Klopt ook, hè? En wat je nog veel ziet tegenwoordig, is dat de bal, dat ze niet willen dat de slip ontstaat. En dan heb je natuurlijk dezelfde dimensie als deze. Komt er dan de helpte weer, dan is dit weer het voordeel. Wat je veel ziet, is dat teams nu, omdat ze hem zo gevaarlijk vinden op de curl, op de pass springen ze het gat dicht. Dus deze maakt een enorme grote jump to the pass. Waardoor zijn curl dribble bijna niet meer mogelijk is. En dan is natuurlijk het voordeel, een give and go pass naar de passer die meteen de weak side aanvalt. Nou, weer één situatie waarin voordeel op allerlei manieren kan ontstaan. Lodewijk? Jij gaf aan dat jij vindt dat point guards dit heel snel moeten leren. Ja. En op welke leeftijd schat jij in dat point guards dit moeten / kunnen leren? Want ik denk dat dat... Leeftijdsopbouw. Wat is de ideale leeftijdsopbouw? Als ik de hele lijn even mag neerzetten, heel globaal, vind ik tot en met 12 plezier in basketbal, coördinatie trainen en een goede schottechniek aanleren. Er zijn andere dingen ook nog wel belangrijk, maar alle kinderen tot en met 12 moeten basketbal leuk vinden. Dus intrinsieke motivatie aanwakkeren. En onze regelveranderingen zijn heel erg daarop gebaseerd, dat zijn onze doelen. Tweede is, een goede schottechniek moet je jong aanleren. Met name die positie van die elleboog natuurlijk. En het basketbalcoördinatieve aspect moet je heel jong moet je de basis voor leggen. Dat is wat we tot 12 zeggen. En dan zeggen we tussen 12 en 15, ideaal gesproken, zoveel mogelijk skill ontwikkeling. Dus nog niet dit. Nee. En vanaf 15 echt specifiek in situaties brengen. Zo zie ik de ideale opbouw. Ja, ik denk dat ze... Nee, niet helemaal. Ja, specialiseren sowieso heel laat. Sorry Lodewijk, kom bij je terug. Specialiseren sowieso heel laat. Laat alle jongens in alle posities trainen. Kijk, als je een hele lange jongen hebt die coördinatief niet zo getalenteerd is, dan is het voor zo'n jongen misschien helemaal niet zo verkeerd om ook vrij jong te leren wat het is om te sealen, om te finishen dicht bij de basket. Om die ook naar de driepuntlijn te trekken, terwijl je weet dat wordt de nieuwe Rick Smits. Weet ik niet. Dat is een discussiepunt waar we later misschien nog best wel over op in kunnen gaan. Maar die andere vier, dat zie je ook in het moderne basketbal, moet je alles aanleren. Maar de tweede fase na dat plezier, het fundament van bewegen en het fundament van schieten, is wat mij betreft skill. Maar ik zou al wel leren kijken, ook bij skill willen zitten. Nou ja, dat ben ik met je eens. Maar zeker vanaf 15, ik denk alleen vanaf 15 tot en met 18, dat je een speler wel kan bijbrengen. Dat hij een voordeel leest, maar een voordeel creëren, dat is in mijn ogen nog een stap daarvoor. Mm-hmm. Waarom? Mm-hmm. Dat ga je eigenlijk pas, denk ik, kunnen vanaf 18 en ouder. Omdat je dan pas echt gaat, want wat jij net deed, is echt high level. Dus dat je een spelverdeler hebt die weet, ik ga nu dit en dit en dit doen, omdat ik dan dat en dat en dat voordeel creëer. Nou, jullie bij Apollo hebben er een. Die is ook nog niet zo oud. Die Siem, die ziet het wel hoor. Ja, maar die is, ja eens, maar die is eigenlijk een beter off the ball, omdat hij, wat hij heel goed kan, is die binnen die punt 5 seconden beslissen wat hij gaat doen. Ja, dat klopt. Dat kan hij extreem goed. Nou ja, Luka Doncic start op zijn 16e voor Real Madrid in de Euroleague. Ja, kijk, maar heb je het over een exceptioneel talent? Nou, weet ik niet. Ik bedoel, dit wordt het in... Ik geloof echt dat als we dit allemaal gaan aanreiken, dat die jongens het vanaf zeg maar 16 dan. Maar wat ik wel zeg, je moet wel de skillset hebben om te kunnen uitvoeren. Ja, ja. Maar dat herkennen, en dat vind ik zo mooi in die Spaanse opleidingen. Die coaches die maken ze niet zo druk als de jongens een keer een bal weggooien. Ze willen dat ze die ervaring hebben om die moeten lezen, weet je wel. En in Nederland maken we ons vooral heel erg druk om hoe versla ik mijn eigen man.
En als we dit gefaseerd opbouwen, denk ik dat het ook mogelijk is dat we over een jaar of wat op die leeftijd al wel betere spelers krijgen. Kijk, dat is kader. Want ik denk dus dat Siem dus het voordeel nu herkent, maar hij kan het niet creëren. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat, ik weet dat, omdat ik natuurlijk dagelijks bijna met Pat daarover heb. En hij traint ook met het 1e mei. En dat is waar hij nu de volgende stap moet maken, is het waarom. Waarom doe ik het nou eigenlijk? Okay. Of voer ik het gewoon uit en lees ik het? Of ga ik echt iets doen? Het zien ontstaan. Het zien ontstaan. De dribbel. Daar hebben we straks hele mooie voorbeelden van. Maar het ook afdwingen dat het ontstaat. Ja. Nee, dat is een goed. Dus hoeken creëren. Ja, ja, dat zijn hele goede punten. Hoeken creëren. Wat ik wel heb gezien, ik heb dus ook echt gekeken bij andere jeugdopleidingen. Als je een cultuur creëert waarin alle spelers dat moeten, dan gaan ze langzaam maar zeker denken met z'n allen. En niks werkt motiverender dan gezamenlijk in een bepaald leerklimaat terecht te komen waarin iedereen het als norm hanteert. Dat werkt wel, hè. En wat ik veel, met alle respect, bij de Nederlandse jeugdopleidingen zie, ik heb het ook bij de Nederlandse teams gezien, de basis is 1 tegen 5. Dribbel, 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 versla je man. Het voordeel wordt helemaal niet herkend. Het is te veel gericht op een Amerikaans model. Maar het is wel een goed punt. Marco, ja. In die filosofie die jij net schetste, die 12 tot 15-jarigen, was er daar een landelijke U12 en landelijke U14 competities in? Goeie vraag. Ja. Ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Nou, ik wel. Kijk, dit is nieuw voor mij. Jij hebt daar veel meer ervaring in. Lodewijk heeft veel, jullie waarschijnlijk allemaal veel meer ervaring. De discussie loopt. Ik vind U12 landelijk, weet ik niet of dat wel nuttig is. Ja, ook niet. Precies. U12, wat wel goed is, is dat je tegen tegenstanders speelt die het een leuke wedstrijd maken. Wat heeft een, en daarom begrijp ik ook niet dat jeugdcoaches pressen met traps en dan met 100 punten verschil winnen. Wat hebben die kinderen eraan die winnen? Niks. Wat hebben die kinderen aan die verliezen? Ook niks. En dat ze de tijd aan besteden omdat ze bij ons in aantal leren. Dat is, precies. Dat is nog, ja. Ja. Als jij een man-to-man pers speelt, vind ik dat geen probleem. Nee, maar traps. Traps zou kijken. Met, ja, maar als jij gewoon full court mannen oppikt en duk zet, ja. Juist een basis voor. Ja, mee eens. Maar je weet ook, kinderen die nog niet sterk zijn, die kan je kapot trappen. Want je trapt hem, je neemt de eerste en de tweede paas weg en de enige paas is een lange. En daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Nee. Dat is natuurlijk waardeloos. Maar daarom denk ik dus des te meer dat je landelijk, wel landelijk moet spelen op die leeftijd. Waarom? Omdat de spoeling al zo dun is. En als je dus een heel goed team hebt in Amsterdam en je staat in de regio te spelen, ja, dat er is geen tegenstand. Dus je wil eigenlijk. Nee, maar dat gaan we nu verbeteren. Hè? We gaan overal gaan we het beteren. Leuke toernooitjes in het buitenland. Ja, dat alleen, maar je wil in de competitie-level denk ik dat ook hebben. Ik bedoel, de wedstrijden die we tegen Haarlem Leken spelen, daar gaat het om, toch? Er wordt zoveel tijd weggegooid aan allerlei zinloze. Jullie kijken nog een paar clips en mogen jullie gaan, oké? Tactische speeltjes van de coach. Dat zegt me iets over het niveau van coaching. Ja, wat wij bijvoorbeeld. Dat zegt heel veel over niveau. Maar wat wij bijvoorbeeld willen doen is die U12 veranderen, zodat coaches wel mee moeten. Geen zones. Heel duidelijke regels over 1 tegen 1. Ga naar 4 tegen 4 in plaats van 5 tegen 5. Binnen 8 seconden scoren is de 3-punter. In onder 12? Ja. Ja, maar dat krijg je allemaal nog te horen. Het is gaat een beetje van het thema af om daar nu over uit te wijden. Maar mijn ideale opbouw is dus wat ik net heb gezegd. En dit is niet gebaseerd op natte vingerwerk. Ik heb echt gekeken, wat doen de toplanden? Nu heb je waarschijnlijk gelijk, maar over 5 jaar zou het best zo kunnen zijn, als we dit allemaal met z'n allen een beetje meer gaan doen, dat je ze jonger al kan leren herkennen. Ten eerste moeten ze weten wat een voordeel is. Zoveel spelers weten helemaal niet dat het slecht is om een vroege 1 tegen 2 een of andere flipshot te maken. En dan gaat hij een keer in. Dan denken ze dat ze goed basketbal spelen. Die weten helemaal niet wat het is om een bal snel te maken. Michael, ik ben het zeker met je eens. Maar dat zou betekenen dat je een heel breed scala moet hebben van hele goede coaches die dat kinderen op die leeftijd kunnen aanleggen. Nou, jullie zijn hier met z'n 50'er, dus dat is al een hele goede stap. Heel vroeger speelde ik in 3 teams, 3 leeftijdscategorieën. Nee. Waarom zou die exceptioneel goede jongens gewoon in de leeftijdscategorie wel kunnen spelen? Dat doen wij toch ook? Meer belasting krijgen. Maar dat doen jullie ook wel? Ja, precies. Die exceptionele talenten die komen dan naar boven. En die kun je dan optimaal begeleiden. Als je laat hangen in die ene 12 bent en je gaat het daar niet in de 14 zetten, dat schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. Dus je moet er in 14 gaan zitten, dan gaat het beter worden. Ja, maar ik geloof wel dat de coaches inderdaad wel heel gericht moeten gaan in de ontwikkeling van de sporter en niet om te winnen. Bijvoorbeeld, dat is ook zo fout in de jeugd. Ja. Nee, dat is niet eens. De sporter ontwikkelt zich beter bij een
als hij goed is, bij een hogere leeftijdscategorie, dan trekt hij zich op aan zo'n speler. Als het in het collectief, wat je net zelf zei, zo'n jonge jongen wordt er meegenomen in die hogere leeftijdscategorie. Ja, maar bijvoorbeeld als ik aan de ontwikkeling van Rick Smits denk. Ik herinner me nog dat Ok en ik hadden het laatst over. Wij toch? Toen hij bij de onder 16 heeft Luc Lubeck hem gelukkig bij het Nederlands team gehad. Maar hij kon nog helemaal niks. En dat is de beste Nederlandse basketballer aller tijden geworden. Ja. Dus dat is per individu ook anders, geloof ik hoor. Maar dat bedoel ik toch? Je moet een plek vinden waar hij zich het beste kan ontwikkelen. Dat geloof ik wel. Het voordeel, snapt iedereen dat? Er komen straks voorbeelden van het voordeel herkennen en heel snel handelen. Waarmee je vanuit een 50-5 gedachte. Het voordeel herkent en dan ook de actie kan maken waardoor je hem uitbuit. Ik heb net een paar voorbeelden gegeven over een paar simpele screens. En daarna het uitspelen van het voordeel, dus het voordeel niet meer weggeven. En daar moet je spelers leren snel te handelen. Met name dat stuk. Als wij dat in Nederland gaan doen met onze atleten, dan winnen we ook van Spanje. Laatste punt, lees het momentum. Dat is eerder een, ook weer voor point guards, tuurlijk wil je snel spelen, maar het moet niet blind run and gun wild worden. Je moet als team ook het ritme van de wedstrijd aan kunnen voelen. Er zijn gewoon momenten, als je een 8-0 run tegen hebt, en je de wedstrijd de controle verliest uit je hand, dat je echt gas terug moet nemen. En dat je vanuit de setplay het voordeel moet creëren. Dus ik ben niet een voorstander van rennen om rennen. Ik ben een voorstander van snel spelen, omdat het kinderen leert sneller te herkennen. Mits de coach ook aangeeft, dit is wel een goed schot, dit is geen goed schot, hierom en hierom en hierom. En ik ben een voordeel van snel spelen, omdat je minder tijd hebt om te beslissen, waardoor je wel je cognitieve uitdaging zodanig is, dat je niet kan vervallen in, ik ben James Harden 2. Want dan neem je het voordeel helemaal weg. En niet dat ik wat tegen James Harden heb, maar de NBA heeft gewoon een hele andere wereld, hele andere regels. En wij moeten van Spanje winnen. Dat is ook even heel belangrijk. Is wel waar. Nou, dit stukje had ik niet, deze kennis, had ik niet opgedaan als ik alleen maar in Nederland was gebleven als coach. Want in Nederland kan je winnen met de helft van het verhaal. En dat bedoel ik niet verkeerd. Ik vind het heel belangrijk om dat te delen. Dit doen de Europese opleidingen allemaal. Op verschillende stijlen. Dus verschillende, bijvoorbeeld de Duitsers spelen heel langzaam, heel degelijk. Heel georganiseerd, typisch Duits. Maar weten wel, leren hun spelers dit wel aan. De Kroaten spelen heel creatief speels. Serviërs spelen strak, 1 tegen 1 leidt tot 1 tegen 2. De Spanjaarden spelen heel snel. De Litouwers spelen heel snel. De Fransen spelen eigenlijk een beetje een NBA-model. En dan zie je ook dat ze daar nat op gaan in Europa. Dus ieder land doet het anders. Maar dat herkennen van het voordeel en het uitspelen van het voordeel vereist dat de bal snel is, niet de speler. Nou, en ik geloof echt, als wij onze jongens dit kunnen leren, ik ben verantwoordelijk voor de jongens, dan worden we echt heel erg goed. Goed, een paar videovoorbeelden uit de Euroleague. De eerste is de aanval van, ik laat hem eerst in zijn geheel zien, dus niet deze van Olympiakos. Ik heb niet gekregen, ik kan niet knippen, ik ben iemand van de 19e eeuw. Dus jullie moeten een beetje geduld hebben met die clips. Ik ga van clip naar clip. Maar dat doe ik wel op mijn manier. Maar het mooie is, Euroleague geeft een slow motion, dus we kijken hem eerst in zijn geheel. Deze niet, hè? We spelen hem eerst af en daarna denk ik terug en doen we hem in slow motion. Dat was mijn voorstel. Kan iedereen het zien? Mooi hè, dat hij naar Europa komt. Dat is natuurlijk wel gaaf hè. Goeie scheidsrechter. Echt een goeie. Twee oud-NBA coaches. Oké, let op deze aanval. Ja. Defensively.
ik speel hem gewoon in zijn geel af. Een runaround voor de point guard. Wordt een beetje weggeduwd door de druk. Wie heeft gezien wat daar zo knap aan is? Hij zag wel dat die pick and roll speler, dat daar al iemand aan het loeren was om daar te gaan helpen, zeg maar. Iemand op de baseline. Ja. Hij herkent de try-out switch. En zowel de snijbeweging van de man op de baseline, Thomas, als de timing van de pass van Calatas is precies op het goede moment. Kunnen we nu, ik doe hem 10 seconden terug. Je kan... Oh, sorry. Je kan hem zien dat hij de try-out switch met hem wil. Dan weet Calatas al op dat moment, het moment dat ze, want de rol, kijk, Milutinov neemt natuurlijk de guard, dus de mismatch is natuurlijk in principe op de big en daarom ook de try-off switch. Dus dit wordt de belangrijkste man. Maar het moment van vrijstaan is natuurlijk een halve seconde, misschien een seconde. En de timing van de pass is echt fenomenaal. Het kan alleen maar op dat moment. En nu doe ik hem slow-mo. Kijk goed naar hier, single. En dit stukje had geen seconde snel of geen seconde langzaam moeten zijn. Nog een keer. Hier herkent hij de trio. Kijk, daar is het signaal. En dan weet je dat je heel even vrij staat op die plek. Volgens mij callt hij hem zelf naar die kaart toe. De aanval of de verdediger? De aanvaller die scoort. Die doet het, maakt er zo'n gebaar naar zijn kaart van ik ga daar naartoe snijden. Ja, dat kan. Hij heeft die switch al gelezen. Hij weet dat hij met switchen is. Ja, hij weet dat hij... Maar het punt van de... Nu maakt hij zo niet. Wij weten dat ze dat switchen. Maar even een paar punten. Stel nou, even over spacing. Dan doen we het volgende clinic gaat over timing en spacing. Dat heeft ook met dit soort dingen te maken. Als hij hier was blijven staan, dan was de trouwens switch succesvol geweest. Dus ten eerste al het feit dat hij oversteekt. Dat is de rug aanvalt van de man die de derde help is. De tweede. Betekent dat het mogelijk wordt gemaakt om überhaupt snel te kunnen handelen, om het voordeel te pakken. Dat is de eerste. Het tweede is de timing van de paas, want hij ziet wel, dit wordt link, hè, want mijn man steekt over. Had geen seconde vroeg of geen seconde later moeten zijn. Dat is echt hoog niveau herkennen. Dus die twee aspecten. En je hebt een point guard nodig die deze paas kan geven. Nou, maar de technische uitvoering is gewoon een bounce paas. Het is niet zo'n moeilijke paas. En de hand en de hoek is best lastig. Maar goed. Ik vind de hoek niet lastig. Ik vind de herkenning zo knap. Nog een keer slow? Nog één keer slow? Ja, één hand met links. Ja, je hebt gelijk. Maar goed, op zich, hij wordt niet onder druk gezet. Dus linkshand met de pushpass, met de bounce, moeten ze gewoon net gaan. Op dat niveau moet je hem kunnen. En ze defense stapt op de kant. Ja. 3-2. Ja. Ik moet naar 3-2. En Olympiakos aanval. Deze. Dus Panathinaikos gooit hem weg. Lopen. Deze aanval. Ook weer vrij ongewoon. Hoe je vanuit een post-up mismatch, de mismatch, het voordeel vasthoudt en ook uitbuit. Je ziet in Europa ook altijd pre-movement. Hierna komt hij hoor, goede help. Deze bedoelde ik dus niet. Ja, dat is een nadeel van mij dat ik niet kan knippen. Dus het wordt de volgende aanval, want Panathinaikos gaat nu niet scoren. Ik geef je wel een nummer van een goede videocoördinator. Trouwens, dit was ook weer een uitstekende aanval. Hè? Meteen uitpaas als je de dubbelteam krijgt. Deze bedoel ik. Rimrunner. Meteen de post-up gebruiken. En hier komt hij. Let op.
Heeft iedereen hem gezien? Het lijkt heel normaal, hè? Oké, met deze dribbel creëert hij de hoek. En Milutinov, de grote center van Olympiakos, ziet dat Kalates naar hem switcht. En alleen maar door die paas maak je de bal snel. Nog een keer slow-mo. Als hij nou het midden had aangevallen was en nu komt de dubbel van de andere grote man. 17 snijdt weg, de 2 tegen 1 is aan de weak side. Maar omdat je de mismatch gecreëerd hebt daarmee, speel je zo het overtal uit. Ook interessant, deze Printezis, hoe slim die een hoek creëert voor de paas. Kijk maar, als hij naartoe was gedribbeld had hij de paas niet gehad, hij trekt hem weg. Maar dit zijn van die kleine dingen die de Europese top nog doet en die NBA niet meer ziet, omdat het niet echt nodig is. Ziet ze nog wel een beetje, maar niet echt nodig. Dus eerst creëert hij een hoek voor de aanval, wordt afgesneden. Nu creëert hij de dubbelteam. Het is de 5, het is James Gist. En omdat de schutter wegtrekt, moet Kalates bij de grote man blijven. Dat heeft hij nu gezien. En nu trekt hij ze allebei mee naar achteren. Let maar op, hij dribbelt weg. Hij gooit hem er overheen. En omdat hij ziet dat daar de hoek is, paast hij hem precies aan de goede kant. Dunk. Wie is nummer 7? Is dat Gist? Panathinaikos, 7. Ja. Dat is Gist. Nee, dat is Lasme. Lasme. Ja. Ja. Hij maakt een grote blunder eigenlijk. Hij gaat iemand dubbelen in principe waar het niet nodig was. Er was geen enkele voordeel gecreëerd. En misschien is dat wel een blunder geweest, maar dan wordt het des te knapper dat de aanvaller dat meteen herkent. Ja, maar dat is die aanvaller, die verdient alle lof. Die gendert op naar situatie die in zo'n staat. Precies, en daar gaat het mij om. Ik geloof niet dat het opzet was van een aanval, zeg maar. Maar ze herkennen een situatie. Als dat gebeurt, dan ga je dat doen enzovoort. Precies wat ik bedoel. Nou ja, Milutinov. Tegen 2 waar je het over had. Ja, Milutinov herkent dat een guard naar hem switcht. Ja. Hij had ook op de high post kunnen blijven staan, toch? Dat is een center van 2 meter 17, hè? Speelt al heel lang bij Olympiakos, wordt per jaar beter ook. Maar omdat hij ziet, de grote man wordt naar de 1 tegen 2 getrokken. Wat Lucky heeft natuurlijk gelijk. Waarom doe je dat? Ja. Ze zijn bang voor Printezis, denk ik. Ja, maar if anything, had hij Kalates moeten laten dubbelen. Maar het punt, ja maar ja, Manzar is natuurlijk een geweldige schutter, dan was de bal de hoek in gegaan. Maar mijn punt is, die center herkent door zijn snijbeweging dat daar de mismatch ontstaat. En daarmee maakt hij de bal snel. Was hij op de hoge post gebleven, dan had de verdediger kunnen helpen en herstellen. Maar dat is nog des te knapper van Printezis, weet je, die gendelt ook zo met de dribbel naar buiten, zodat exact de ruimte ontstaat. Zal ik hem nog een keer laten zien? Anders vangt hij de bal gewoon een post en dan vliegt hij in een dubbele team. Precies wat Lucky zegt. Wat ik knap vind is hoe je gauw zit aanval. Nu de bal, nu de bal. Hup. Maar kijk, kijk. Nu, en nu creëert hij de paashoek. Terug, overheen, buitenste hand. Knap, hè? Als je het eerste keer ziet, denk je, moh. Oké, ik ga proberen een goede scène te zoeken. 7-4 voor Olympiakos. Weer een seal aanvallen. Waarom ga je niet per minuut dan? Ja, omdat het per wedstrijd... 4 kan het 3 minuten blijven. Ja. Dit is ook fantastisch gespeeld. Kijk eens. En het is een wanordelijke situatie eigenlijk. Nog een keer snel. Want 2 bigs zijn rimrunner. En dit is zo knap. Die snijbeweging van Printezis. Oké, nu nog een keer slow-mo. Oh, eerst even stop. Oké, beginsituatie. Eigenlijk ongeorganiseerd. Want je hebt je 4 en je 5 als rimrunner. Dat is niet in het script. Nee. Hij herkent dat Loyeski hem verdedigt. Dus hij wil ook daarom de seal hebben. Maar dan ziet hij dat Milutinov driekwart wordt gefront door Lasme. En snijdt hij juist naar de plek waar die paashoek door wordt gecreëerd. Wat maakt dus de bal snel? De herkenning van hem om die paashoek, en hier is natuurlijk helemaal geen help, om die paashoek te creëren door eerst hier te staan en dan sielt hij hier naartoe. En dan is het eigenlijk gewoon een dunk. Dus het is heel, heel knap. Zullen we hem slow-mo spelen? Dus het grappige is, wat maakt de bal snel? De speler zonder de bal. De 1 tegen 1 zonder de bal. Maar het is niet gebaseerd op zijn 1 tegen 1. Het is gebaseerd op waar is het voordeel. En dat heeft hij nu al gezien. Nou, dat is echt hogeschool basketbal. Dan kan jouw ervaring.
spelers hun eigen film laten terugzien, weet dat beter aan dan een situatie tegen uitleggen. Want ik heb wel het gevoel dat ik zelf een film terug laat zien van een beste situatie. Dus eigenlijk denk ik van ja, het is allemaal wel. Echt? Ik weet niet meer waarom ik die keuze heb gemaakt. Ja, ik denk dat je het heel veel moet oefenen. En dat je spelers van jongs af aan moet leren kijken. Ja. Maar film ligt niet, hè? Dus ik ben voor alles eigenlijk. Oké, we doen hem nu slow. En let met name op hem, hè, de 4. Georgios Printes is. Kijk, nu ziet hij het. Hoppa, en ook die hoek creëren van die paas. Ja. Dat diegene komt omdat hij ziet dat hij die jack door. Ja. Dat is het, maar dan in een andere soldaat. Ja, maar het is wel een min of meer ongeorganiseerde situatie waarin een oplossing wordt gevonden door te kijken en snel te beslissen. Klopt, hè? Heel goed uitgevoerd. Ook de seal heel goed uitgevoerd. Ja. Ah. Ja, we kunnen door. Volgende avond heb ik er ook in. Mooi gesield inderdaad. Dank u wel. Herkennen van een mismatch. De 3 op de 5. Deze bedoel ik niet hoor. Ik bedoel de volgende aanval. Hier je wordt uitgescoord door Olympiakos. En dit is dus een wedstrijd waarin 25.000 man komen kijken. Er kunnen maar 20 in, maar zeker als Panathinaikos thuis speelt, in dit geval niet. Dan hangen er gewoon mensen overal. Het is een enorme evenement. Iedereen kent hem, hoop ik. Coaches. Billy. De Amerikaanse nationale team nog trauma's over. WK Griekenland 2004. Was het zo lang geleden alweer? Oké, de volgende aanval. Simpel horns pick and roll. Een switch. Meteen de paas naar de mismatch. En weer die duck in. En weer geweldig herkend. Precies hetzelfde. Heb je hem gezien? Spanoulis herkent de switch. Ze zijn bang voor hem op de pick and roll. Hij aarzelt. Hij gaat niet tik 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 en verdedigers staan weer in hun positie. Hij geeft hem meteen upcourt. Meteen wordt de 4 mismatch opgepost. De verdediging moet iets kiezen. En de 5 ziet, ik heb weer een guard op me. En meteen weer die duck in. En ook meteen weer die paashoek. Dus al die beslissingen maken het een snelle aanval. Dus dit is de eerste. Kijk daar. Daar is die duck in. En eigenlijk moeten we nog 10 seconden terug. Want dan zie je ook de pick and roll van Spanoulis. 1 keer langzaam. Oh. Van het play moet je serieus. Ja, ja. Ik ben van de 19e eeuw. Slow. Okay. 18 euro. Oké, normale matchups. Ze wijzen ook, hè, wie zet het screen. Waarom? Want ze willen deze mismatch. Ze willen dus dat hij roteert naar Printesis, het liefst. Want dan weten ze dat ze een trio switch krijgen. En het gaat nu ook gebeuren. Stel nou dat dat niet was gebeurd. Dus in deze situatie was het niet een trio switch geworden. Dat heeft Spanoulis nu herkend, hè. Dan hadden ze dus... dan was Milutinov op de hoogpost gebleven om ervoor te zorgen dat er geen trouwenswitch kon ontstaan of hij was achterlangs gelopen, wat je net ook hebt gezien. Maar omdat ze zien dat het een trouwenswitch is, gaat niet Printesis geforceerd tegen Lasme, de 5. Dus dit wordt de nieuwe matchup, hem tegen hem. En dus de mismatch zit hem in hem en de point guard die daar naartoe roteert. Dat heeft dit team herkend. En handelt dan ook echt boem, boem, boem. Kijk maar.
Hier, daar is de trial switch ontstaan. Dus dit is geen mismatch, maar dat wel. En het wordt ook met... En wat je dus ook ziet, is dat hij meteen zijn guard gaat sealen, maakt de bal snel. Want als die lopper niet is, dan dubbelen ze, dan is die weak side skippen voor een open driepunter. Wat maakt dat? Ja. Dat is een korte vraag. Hè? Vind jij bijvoorbeeld dat wij dit momenteel bij het nationaal team heren al goed zien? Na de plasma, 5 minuten pauze, dan kom ik op die vraag terug. Zal ik eentje pakken? Ja. Zullen we deze pakken? De vraag is hoe los je het verdedigen? Maar parkeer hem even, want Lodewijk had een vraag over, zien we het al bij het Nederlands mannenteam? Ja. Ik heb geen enkel waardeoordeel over collega's, helemaal niet. Maar ik heb Nederland-Polen gezien. En in Nederland-Polen zag je 5 goede basketballers. Allemaal in Amerika opgeleid. En Yannick Franke tegen 10 in Europa opgeleide, op Europees niveau spelende Poolse spelers. En het was echt schrijnend, het verschil van de handelingssnelheid. Daarom wonnen de Polen. De Nederlanders bleven maar snake dribbles gebruiken bij die pick and rolls en de bal bewoog gewoon niet. Dus het waren allemaal 1 tegen 3, 1 tegen 4 schoten met geen enkel voordeel. Ik begrijp ook niet waar de mismatch zit in Nick Oudedag tegen Maciej Lampe. Die begrijp ik helemaal niet. Maar goed, dat is weer een ander punt. Maar tactisch zag je precies dit. De Polen kilden het Nederlands team omdat ze de bal heel logisch deden waar het voordeel was. En dan speelden ze gewoon uit. En de Nederlanders waren heel erg statisch, heel erg... Niet kijken naar dit soort voordelen en ja, waren kansloos. Dat is ook in die thuiswedstrijd in de draai over. Ja, die heb ik niet gezien, maar beantwoord dit je vraag? Nou ja, heel duidelijk. En dus ook mijn idee. Dus dat geeft nou aan hoe hogeschool dit is, zeg maar. Nou, weet ik niet. Als wij dit gaan aanleren, kunnen onze kinderen dit ook leren. Weet ik zeker. Ja, dat ben ik met je eens. Maar dat is de eerste kwart 100%. Ja, maar wide open. Was het ook niet met de verdediging, wat niet betekent? Nee, dat klopt niet. Ze waren wide open. Ze hebben voortdurend voordeel uitgespeeld. En wat slecht verdedigd. Nou ja, ze hebben gewoon een counter voor de verdediging en die vielen ze aan en daar was geen antwoord op. Maar het grote verschil zat hem in de baltempo, vond ik. De Polen, bing, bing, bing. Nu roteer je wel, oké, volgende paas. Dat beslissen voordat je de bal hebt, kom je niet. Help je niet? Oké, ik speelde mis. Dat is heel logisch allemaal. De vraag was, hoe los je dit verdedigend op? Nou, laten we deze oppakken. Gaan we niet een beetje ver off-topic dan? Nou ja, één keer kunnen we dat doen. Hoe los je deze verdedigend op? Je kan hem laten dubbelen. Eerder komen. En dan heb je hier de 2 tegen 1. En dan moet deze, de derde, moet lezen. Want de eerste paas gaat natuurlijk naar de gevaarlijkste. Dus je dwingt nog een paas af. En dan moet je die vertragen. En dan moet je proberen te re-rotaten. Maar nu komt het mooie. Europese topspelers weten ook dat uit te spelen. Kun je hem nog één keer laten lopen? Ja. Zal ik hem slow-mo doen? Of wat wil je? Wil je slow-mo of normaal? Hier is dus de trio switch. Ik doe hem slow-mo. Oké. Nu heb je eigenlijk al een dubbel teaming op Milutinus nodig. En hij doet het fantastisch. Kalatis is een beetje slap. Hij laat zich wel heel erg onder de basket zetten. Maar hij moet nu eigenlijk al dubbelen. Ja, hij wordt ook niet verdedigd. Als hij verdedigd staat te kijken. Die staat te verdedigd als een jojo. Deze vond ik eigenlijk ook bij de pikken. Kijk, weet je. Eigenlijk moeten ze misschien meer druk op die pick and roll al hebben. Want die Spanoulis kan eigenlijk echt doen wat hij wil. Ja. Die komt rustig over het pick heen en hij wordt niet onder druk gezet. Daarna, eigenlijk gaat het daar misschien al wel voor. Meer druk op de pick and roll, Spanoulis split hem dan. Ja. Garandeer ik je. Dat klopt, daar is misschien wel. En ze switchen, dus de keuze is een switch hier, veel in Europa. Hè. De keuze is een switch hier, trouwens ook veel in de NBA, ook wel in college basketbal. Ze switchen hem, dus... Als je Spanoulis te dicht speelt, dan blaast hij er langs. Hij heeft echt een hele snelle eerste stap. Moeilijk. De help had nog iets meer kunnen doen om die loppaas te verijdelen. Maar dan krijg je de weakside skip en dan krijg je een 2 tegen 1 aan de weakside. Dan lost die maar eens op. Ik had eerst nummer 10 willen laten zakken, want die doet niks. Ja. Zijn man heeft een paas en hij loopt alleen maar 2 meter achteruit en doet niks. Je bedoelt hem? Nee, die... Wie bedoel je? Deze toch? De voorste. Deze? Op de paas. Ik ga zo een stukje verder.
kijk, nu. Hem laten zakken. Hem laten zakken. Maar dan heb je hier nog steeds het probleem. Ja, maar als hij daar samen met die de loco's daar verdedigt. Hij. Ja. Maar dan staat hij toch helemaal vrij? Hetzelfde als wat hij net deed. Dan maak je één dribbeltje naar buiten en dan tikt hij hem alsnog tegen. Wat er ook gebeurt, komt dan. De bal nu. Die doet niks. Ja, dat zegt hij ook. Hij moet die fout maken, hij moet dit lezen. Dat is een goed punt. Kijk, hij maakt wel een goed punt. Je weet, we zijn in problemen. Maak een smart foul. Dat is wel een goeie. Oké, de theorie is, interessante discussie. Als hij nu collapse, dus dikt of sagt, dan heb je hier geen probleem meer. Dat klopt natuurlijk voor geen meter, maar de paas wordt moeilijker. Dat klopt wel. Maar de paas naar hem wordt natuurlijk makkelijk. En wat hij geheid gaat doen, is deze basket kut. Maar of hier in dit stukje gestaan, staat hij wide open. Spanoulis zal dan waarschijnlijk lezen wat zijn man doet. En die komt dan als de release. En dan is hier toch iemand helemaal vrij. En ook dat zullen ze zien. Als je nu kijkt naar de foto, ben jullie af. Ze zijn allemaal kaal. De point guard. Ja, maar hij, klopt. Maar hij speelt wel tegen iemand van 2 meter 17, hoor. Ja. Denk het niet. Ik denk niet dat hij hem kan tegenhouden. Wel interessant, hè? Wel interessant, toch? Het leidt tot interessante discussies. Oké, we gaan nu naar een paar wedstrijden van vorige week. Hij staat dus nog op waar ik was. Grappig. Maccabi tegen Moskou, ook heel interessant. Nando de Colo, altijd heel interessant om naar te kijken. Ik moet even kijken, ik moet bij het begin. Daar zie je ook hele mooie voorbeelden van, ja, van, ik laat het even lopen, hè, van hoe slim spelers herkennen en hoe snel ze kunnen handelen. Maccabi wint deze trouwens. Moskou zit een beetje in de problemen. Maar wel weer erg hoog niveau. Twee Griekse coaches. Eén in Israël. En één in Moskou. Obradovic is veel geïnvesteerd ook in de coaches in Griekenland. Ja, alleen maar intuïtisch is opgeleid in zaken van A tot Z. Nee, is toch in Belgrado opgeleid? Nee. Helemaal verkeerd. In Zagreb? Zagreb, 100%. Nou ja, je hebt ook toevalstreffers in de wereld. 7 jaar, maar oké. Daarna ging hij als assistent bij Obradovic werken. Ik dacht dat hij in Belgrado was opgeleid. Nee, Zagreb. Oké. Pas op, hè. Ja. Nou, je hebt ook toevalstreffers. Volgens mij heb ik meteen de eerste. Ik laat hem gewoon lopen. Want je kunt eigenlijk elke avond in juli kun je dit soort dingen, als je hem echt ontleedt, kun je vinden. Dat is zo interessant. En ook zoveel verschillende verdedigingsvormen. Basketbal, wat mij betreft, vanuit 50-5 optiek mooi maakt. Het is niet alleen maar showcasen van een individuele speler. Het is echt herkennen. Oké, mismatch is de post. Kijk eens hoe ze de vrije man vinden. Boom, boom. Overtal, uitspelen. Mismatch. Niet helemaal vrij. De paas was niet geweldig. Maar zonder aarzeling gaat de bal naar de andere kant. De bal is niet langzaam, hè? Hij gaat meteen swing around the horn. Ook heel goed herkend van de help and recover, dus geen bump op de pick and roll. Daar gaan we het over twee weken, of twee volgende nog over hebben. En deze had ik als eerste. Het herkennen van de colo. Mismatch. En kijk eens, dit is zo knap. Dus 9 van de 10 guards gaan daar iets proberen om omhoog te gaan of wat dan ook. Ja. Maar hij dribbelt hem door wat uit. Wat ziet hij allemaal? Wat ziet hij? Even de man met de bal. Wat ziet hij allemaal? Waardoor hij de bal snel maakt. Hij ziet heel veel. Ja, noem eens één ding. Ja, sowieso. Hij ziet de big side, ziet hij. Hij ziet de kop. Hij ziet de snijdende spelers. Ja. Maar hij heeft ook een grote
Nou, dat is het eerste punt van Anthony. En dat bedoel jij ook. Er is een switch. Grote man op kleine man. Ergens anders is een mismatch. Of voor hem zou die er ook zijn, maar niet onder de basket natuurlijk. Dus zelf omhoog gaan. Hij is niet super atletisch. Is wel heel sluw met zijn lichaam. Hij kent zichzelf dus heel goed. Zou niet de beste mismatch zijn. Dus hij trekt die grote man mee. Die weet, ik kan hem niet loslaten, want dan schiet hij erin. Een van de beste schutters aller tijden zelfs. In Arras opgeleid, Noord-Frankrijk. Kleine Franse opleiding overigens. En dan ziet hij dus de mismatch in de post. En hij ziet ook dat zijn schutter aan de weak side de optie zal zijn als de derde verdediger komt. Dat doet hij allemaal terwijl hij dribbelt. En dat is echt heel knap. Dus hier is de switch. Hier komt de post-up. Die gaat hij nu lezen. Dat wordt weer een drieman switch. Hij ziet, ik heb geen optie. Spacing. En dit leest hij ook. Kijk, nou trekt hij de center mee. Ah, gevaarlijk. Oeps. Nou ja, beter kan je niet spelen. En dit is zijn beste schutter ook nog. Nou, veel aanvallen baseert CSKA Moskou op dat soort acties waar je niet basket aanvalt, maar baseline aanvalt. Ja. Dus schemeracties zoals Spurs met Parker deed bijvoorbeeld vaak. Ja. En daar ontstaan dat soort situaties, daar moet je alleen maar een goede man zien te kennen. Ja. Maar stel nou dat de Colo in die situatie had gezegd, ik ga nu 1 tegen 1 tegen die grote man. Dan was de verdediging weer hersteld geweest. Dan had je dat voordeel niet uitgespeeld. En dat is zijn beste schutter, hè, Pieters. Stel nou dat hij een andere hoek had gecreëerd met die grote man. Dus hij had hem niet weggetrokken of had hem in de post gehouden. Had hij die paas ook niet gehad. En ook weer heel belangrijk, dat is wel echt een heel belangrijk punt in de Europese topbasketbal. Als je een mismatch hebt, meteen de seal afdwingen. Meteen de grote man onder de basket zetten om te zorgen dat de verdediging een keuze moet maken. Want anders kan je natuurlijk met help en recover de 2 tegen 1 ook dekken. Hè? Dus hier zie je ook een 2 tegen 1 gekild worden door die seal. Dus wat kilt het? Natuurlijk de paas. De paas. Maar doordat die center niet gewoon aan de weak side staat, maar gewoon echt naar binnen komt voor de seal, trekt hij die laatste verdediger weg en creëer je de 2 tegen 1 en kill je hem ook. Ah, 9-4. Die is heel mooi. Ik moet naar 9-4, jongens. Kijk of ik er ben. Nou, het gaat toch prima? Dit is natuurlijk ook fantastisch. Zien dat er geen bump is, maar daar hebben we het nog over als we over pick-and-rolls praten. Ah, dat is goed. Slow motion. Iets terug. Slow motion. Ja, de aanval naar 9-4 heb ik het over. Ook weer van CSKA. En volgens mij is het zelfs deze. Nee, het is 1 verder. Knap gebruik gemaakt van zijn lichaam. Nu speelt Maccabi een aanval en dan is het de volgende van Moskou. Ook weer een voorbeeld van hoe de bal snel kan worden gemaakt. Dat is interessant, Maccabi speelt eigenlijk alleen maar met Amerikanen. En ze hebben het heel moeilijk mee om dit stuk van het spel erin te krijgen. De Amerikanen zijn niet zo geschoold. Die zijn geschoold van, hoe kan ik scoren? Die speelt ook daar, ook. Ja, en die speelt goed. Sinds Sveropoulos daar is, speelt hij ook zijn Israëlische spelers veel meer. Zelfs Avdija van 17 jaar speelde. Ja. Ja. Oké, nu komt de aanval van de... De mismatch zit hem in de post. Ze hebben een point guard van 1,96. En let op hoe ze het lezen. Daar komt de dubbel. Kijken. Eerste man. Niks vrij. Tweede man. Derde man. Boom. Gezien? En wat is daar nou zo knap? Een heleboel natuurlijk weer. Maar vooral de beslissing van hem. Kijk, Wilbekin weet ook... Als ik moet kiezen, de 3 punten voor de Colo voor Hackett, dan kiest hij altijd voor de Colo. Maar hij gaat niet als een robot gewoon de paas geven. Hij ziet dat de keuze van de verdediging daarop gebaseerd is. En zonder tijdverlies komt hij in rhythm bij Hackett. Dus dit is al heel goed. De 1 tegen 2 uitpasen en weer de seal creëert
de close-out in elk geval. Het is een beetje te hoog, dus doordat de paas niet helemaal goed is, vertraag je wel. Maar dit is natuurlijk de logische vervolgpaas, want dat creëert weer een scramble situatie. Waardoor de verdediging uit positie wordt gespeeld. En je gevaarlijkste schutter staat natuurlijk hier. En dat herkent hij. Kijk. Hij ziet dat de paas naar de kolen wordt overspeeld. Dus de rhythm 3 daar staat. Mooi, hè? Dat is gek. Ja, ik zou ook hier zijn om hem te laten schieten de hele dag. Zo heeft Italië verloren in Olympische Spelen, bijvoorbeeld, of kwalificatie met Gem, omdat hij vrij bent. Zit Italianen hier, hè? Weet je, oppassen. Ja, dat is waar, toch? Ik denk dat Moskou minder wordt doordat hij erbij is. Dat is mijn mening. Ah, de volgende aanval van Maccabi zie je hoe het niet moet. Dat is ook leuk. Wat mij opvalt is, de bal is snel in de beginsituatie totdat het probleem ontstaat en dan gaat het eigenlijk even langzaam. Ja. En bijvoorbeeld ook dat onder de basket doordribbelen is ook eigenlijk langzaam. Ja. Totdat de situatie ideaal is om het voordeel uit te buiten en dan gaat het. Ja. Nou ja, je zegt het goed. Het moment dat de 1 tegen 2 wordt gecreëerd, wordt er niet als een blinde, dan wordt gekeken en dan wordt de verdediging tot de keuze gedwongen door spacing en timing. Maar alle spelers weten waar ze naartoe moeten en wat dan de logische volgende optie is. En dat is het verschil, vind ik, met het college basketball in Amerika bijvoorbeeld. Een Amerikaanse coach zei ook tegen mij, het verschil tussen jullie en ons college basketball is dat bij ons een screen wordt gebruikt voor een schot. En bij jullie wordt een screen gebruikt voor een voordeel. Ik had laatste jaar in Trier had ik een goede Amerikaanse center die niet wist hoe die moest sealen. En toen vroegen we aan hem, hoe kan dat nou? Je hebt 2 master's degrees, je hebt Boston University, geen slechte school. Hij zei gewoon eerlijk, ja, point guards die gaan toch zelf. Dus wij leren niet om te sealen. Dus het enige wat we doen is achter de bal aan en doordunken. Dat konden ze heel goed. En dat is echt een verschil. En daarom ook, pas op, we moeten onze jongens op deze manier ook opleiden. En dat krijg je niet meer op, niet zoveel meer in Amerika zoals vroeger. Even nog een vraag over iets anders. Hè? Straks zeg je van pas na onder 15, zeg maar, vanaf 15 ga je met dit soort dingen werken, hè, dat je het op voordeel gaat herkennen. Nou, de speerpunt van de opleiding moet zitten. Eerst de allerjongste jeugd plezier, schieten en coördinatie, basketbalcoördinatie. Daarna skills, maar dan kan je heus nog wel dit soort dingen integreren. En als je dat basispakket zeg maar mee hebt gekregen, dan kan je hiermee gaan beginnen, geavanceerder. Maar als een coach ernaar kijkt, dan kan hij het wel al aanleren. Ja, precies. Mijn vraag zou zijn, wanneer begin je nou met screenen, weet je wel? Want ja, die Calates, die heeft ook wel geleerd toen hij 13 was, hoe hij zelf iemand moet verslaan natuurlijk. Dus die heeft ook niet op zijn 13 denk ik, met heel veel screens gewerkt, denk ik dan, hè. Wanneer begin je daarmee? Die discussie gaan we zo samenvoeren, oké? Ja, heel goede vraag. Team, zeg maar, ja, zijn ze er al aan toe? Eigenlijk nog net niet. Die discussie gaan we zo voeren. Ik wil nog één aanval laten zien hoe het niet moet. En dan stop ik met de Euroleague. Oké? Want dat is echt een goede vraag. Hier wordt een switch. Let op. En dit is dus net fout. Zien we het verschil? Ja, zie je een verschil in een speler die paast zo dom omdat hij niet Calates is, omdat hij niet Spanjolis is? Dat denk ik. Maar hij is niet opgeleid hierin. Ja, dat denk ik. Deze jongen kan het. Dat is gewoon wild. Hij is niet opgeleid. Dat is het grote probleem. In dit denken. In Amerika nogmaals, als guard. Score as many points. Krijg het screen en kijk. Kloof had 21 punten tegen Polen. En ik ben een fan van Kloof, hè. Maar ik vond hem niet goed. Hij nam allemaal opties waar het voordeel gekild werd, zeg maar. Nou, dit is een goede speler, hoor. DeAndre Kane. Randje NBA. Volgens mij heeft hij zelfs NBA gespeeld. Maar hij heeft dit niet geleerd. Omdat hun geleerd wordt. Heb jij een voordeel, schiet jezelf. Dat is het verschil in de scholen. En alle Europese topscholen weten dit. Sturen daarom hun topspelers ook niet meer naar die opleiding. Ik ben heel erg aan het generaliseren, vind ik, hoor. Ik kijk de laatste tijd een regelmatig collegewedstrijdje, kan ik je verzekeren. Ja, ik herken dat helemaal niet wat je zegt. Er zijn natuurlijk ook 3000 Division 1 teams. Dus 320. Oké. Okay. Let op.
Dit is natuurlijk niet lezen van de derde help of de derde verdediger. Dus de paas is helemaal niet mogelijk. Zien we? Hij had natuurlijk moeten flashen. Hij moet zijn spacing moeten veranderen. Dus ideaal is natuurlijk als hij flasht dat hij de hoek neemt. Of er tussenin. Als ze switchen, dan heb je een klein probleem. Maar dit is natuurlijk net de verkeerde keuze. Zien we dat? Wat bedoel je? Maar niet alleen van de guard, ook van die man aan de overkant. Ja. Maar deze paas is er niet. Zou hij naar de hardpoint gaan flashen? Deze man. Dit is de zeg maar de 1 tegen 2 is. Hij en hij eigenlijk. Ja. Dus deze man moet hier naartoe flashen. En hij zijn angle is ook verkeerd. Hij moet hem hier naartoe dribbelen. Dus juist omdat hij zo aanvallend dribbelt, neemt hij de paashoeken weg. Hij maakt het veld te klein. Zijn spacing wordt een beetje vermoord, zeg maar. Ja? Maar wat is het voordeel van die flashen? Dat die Koeman dan gaat helpen? Het voordeel van die flashen, moet ik even uittekenen? Moet ik hem even uittekenen? Ik zal proberen zo waarheidsgetrouw neer te zetten. Twee is hier met de bal. X5 is naar hem geswitcht. 5 staat hier. X2 is naar hem geswitcht. Dit is denk ik de 1. Dit is de 4. Dit is 1. En dit is de... Nou ja, Collaro is de 3, sorry. En O'Brien is natuurlijk de 4. Dit is de spacing. En de verdedigende spacing is zeg maar zo. Zo. En zo. Dit is de spacing. Dit is ongeveer de situatie. Hè? Voordeel zit natuurlijk hier. Dat dwingt af dat er een derde verdediger in een 2-2 situatie wordt gedwongen. Maar omdat hij zo dicht staat, is dit al een hele moeilijke paas. En trek je het veld klein. Dus het eerste wat hij moet doen is die 5 meenemen naar buiten. En hij zo breed mogelijk gaan staan. En hij moet hier naartoe flashen. Dan moet hij kiezen. En hij moet zijn man beter sealen. Dus hij moet hem veel strakker gaan. Wat Milutinov goed zag doen. Hij staat een beetje. En hij gaat op zijn atletisch vermogen proberen. Maar als je hem echt sealt, dan dwing je hem tot een keuze. En daar gaat het weer om. Het voordeel, uitspelen betekent de help, zeg maar, tot een keuze dwingen. Als je deze flash speelt, zijn een aantal mogelijkheden. Maar de logische keuze is dan paas, seal. Als hij laag blijft, heb je het open schot. Als hij toch een close-up maakt, heb je daar de, zeg maar, de verdediging is dan dood. Stel dat hij ertussen gaat, of hij gaat op een of andere manier die paas wegnemen, dan moet je meteen skippen of je replace in de hoek, kan allebei. Het kan ook nog voorkomen dat deze man de bal krijgt, hij zakt, hij blijft laag en dan heb je hier een hoekje open 3 punten. Dus hij sterker nog, ik zou zeggen, als hij naar het einde van achteren en hij swingt hem hier, heb je hier de inside pass die je eigenlijk zoekt? Die kan ook. Ja, dat duurt wel even hoor. Daar verlies je wel wat tijd mee, maar dat is ook een optie. Dat is ook een optie. Ja, maar als Wilbert in 2 stappen naar, weet je, in een paaslijn gaat staan, dan krijg je misschien die paas meteen. Zonder dat hij hoeft te flashen. Staat ook. En bovendien moet die spacing van de bovenste man hier naar de baal toe meer, zodat hij daar echt wide open paas geeft. Dus een close-out van hier in Tokio dan minder compliceren en sneller, denk ik. En dan is die paas nog steeds inside. Is het punt duidelijk gemaakt? De bal snel maken. Wij gaan het er nog over hebben, Erik. Want ik vind dit een interessante discussie. Verduidelijk dit ook een beetje wat ik bedoel. Nou, nogmaals. Ik denk dat je misschien ook wat meer voorbeelden aan had kunnen halen. Van zeg maar fastbreak situaties. Waarin die bal zo snel gaat. Hè? Wanneer je dus zeg maar je early offense hebt. En hem dan. Ik denk dat dit hele goede voorbeelden waren van voordeel creëren, maar meer vanuit een set type offense.
Maar als het gaat om echt ook het transitiegedeelte waar je mee begon, dan had ik ook wel wat, had je misschien ook wat voorbeelden. Je kan bijna een willekeurig wedstrijd van Real Madrid uitzoeken, dan heb je dat. Juist. Wil je dat zien? Ik wil hem best op zoek hoor. Maar daar heb je legio voorbeelden, ja. Waarin die bal echt snel gaat en waar je dus niet eens in die situatie komt. Willen jullie dat zien? Ja. Ploeg. Die zit competitie ook, hè? Af en toe, ja. Hoe ga ik naar het grote scherm? Ja, deze heb ik dus de eerste helft gekeken. Blijkt nu. In het beeld gaan staan, in het beeld rechtsonder, in het beeld gaan staan. Nee, maar ik kan hem ook zo doen hoor. Tweede helft tegen Olympiakos. Deze heb ik dus niet voorbereid, hè? Als het goed is, spelen ze nu. Oh, blijft hij steken. Marco, waar zou in jouw filosofie het beginnen met het aanleren van de zilveren? Even nog een keer de vraag. Waar zou in jouw filosofie dan het aanleren, beginnen met het aanleren van de jeugd? Wat voor soort deel de doelstelling vind ik voor de jongste jeugd moet echt zijn leren goed te bewegen. Dus het coördinatieve aspect van basketbal. Zodat jongens ook zeg maar kunnen vallen, kunnen draaien, kunnen wenden en dan ook de bal kunnen controleren. Dus het oog-handcoördinatieve aspect heel erg belangrijk maken. Dat je een soort van gevoel krijgt bij de bal. Hoe jonger, hoe beter. Maar dat hebben wij, nu we zeg maar begonnen zijn met een soort van richtlijn. Dat is de echte doelstelling van onder 12. Dat het leuk is om te basketballen, teambasketbal leuk is, ook dat aspect hoort erbij. En dat je goede schottechniek aanleert. Dat vind ik de prioriteit bij de jongste jeugd, dat heb ik net ook gezegd. Alle andere dingen komen ook, maar als je nou kijkt, bijvoorbeeld schottechniek. Als je heel jong leert stoten, omdat je een drie punten wil schieten, maar gewoon niet kracht hebt. Dat wordt dan neuronaal vastgelegd, zeg maar, min of meer. En voordat je op 16 jaar leeftijd dat weer eruit hebt, is zoveel werk nodig. Terwijl als je het jong aanleert, en dan moet je dus minder drie punten schieten, inderdaad, of niet eigenlijk. Maar je leert technisch goed aan, vooral die biomechanische afloop van de schottechniek. Dat levert zoveel voordeel op als je dat jong aanleert, dat je daarmee een basis legt waar je later altijd wat aan zal hebben. Doe jij ook iets met het Athletic Skill Model? Ja, ik vind het heel interessant. Het spelende wijs leren, wat René Wormhout heeft aangeleerd. Ook andere sporten dus? Ja, 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 ja. Ja. Hoe moet je dan ook die drie punten zo schatten? Ja, in Servië schieten ze niet, hè? Servië is er geen driepuntlijn voor die leeftijd. Bij Nederland is het buiten de bucket al drie punten. Vind ik ook lachwekkend. Maar je moet ook die zones afschaffen. Dat kinderen gewoon 1-1 kunnen leren. Dat ze hun man kunnen verslaan. Je moet gewoon ook verdedigend 1-1 aanleren. Maar dan ga je dit praten en zelf een schot hebben. Hoeveel trainers in Nederland hebben we? Hoeveel trainers hebben we? Goede schot aanleren. Ja. Weet je welke. Hoe de bal moet liggen, hoe die beweging maakt, waarom die beweging maakt. Ja, klopt. Nou ja, wat wij gaan doen is, we gaan voor de U12 aantal doelstellingen hebben we die plezier. We gaan naar 40-4 in plaats van naar 50-5 bijvoorbeeld, toernooivorm. En naast de wedstrijd maken we 3 stations. Eentje opgebouwd met René Wormhout trouwens. Het coördinatief station heb ik de hulp van René Wormhout gevraagd. En er komen 2 schotstations waar er is één zo'n apparaatje wat je heel makkelijk kan maken, waardoor je elleboog onder de bal blijft. En dan krijg je zo'n soort strap, niet heel strak, en die wordt je hier aan je broek geklikt en dan kan je dit niet. En dan doen we die schotstations, die dus alle kinderen doorlopen, ook een soort wedstrijdvorm doen, maar dan op een beetje leuk, kan je eigenlijk alleen maar zo schieten. Waar is dat internationaal ook, dat dingetje? Ja. Ja, dat komt natuurlijk uit Amerika, maar dat werkt wel.
Want ik heb ook daar, ik heb 2 jaar RTC Noord getraind, hartstikke leuk om te doen, samen met Giorgio onder andere. En toen waren er een paar coaches, toen waren ook met schiettrainen bezig, zeiden ja, maar sommige kinderen die hebben zo'n stijve pols, dat je die elleboog er niet meer onder krijgt, hè? Dat je dat niet meer helemaal recht krijgt. En dat klopt ook, hè? Dat is best wel moeilijk. In Amerika lossen ze het vaak op door iets schever te gaan staan. Kijk maar hoe bijvoorbeeld Steph Curry en Klay Thompson staan. Die staan niet helemaal recht. Dat is het ouderwetse square up. Dat is een beetje eruit. Je ziet heel veel schotcoaches dit nu aanleren. Maar toen belde ik naar mijn vrienden in Belgrado. En ik zei van, hoe doen jullie dat? Want jullie hebben bijna geen speler die niet dit kaarsrecht heeft. En toen zei ik, nou, we beginnen op 6. Beginnen we er al mee. En ik zeg, ja, maar wat doe je nou met iemand die een heel stijve elleboog en een stijve pols heeft, waardoor die spanning op die schouder ontstaat, waardoor je niet ontspannen kan schieten? Ik zeg, dat is dus te trainen als je jong genoeg begint. Je kan die flexibiliteit op een bepaald leeftijdssegment, kan je die juist heel goed trainen. Dus zij beginnen daarmee. Eerst correct dit. Wat wil je nou leren? Want dat is dan een belangrijk punt is, dat het daar de beste coach is bij de jeugd. Ja. Ja, niet bij de zeker. Ja. 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 Zeggen ze ook, dat klopt ook. Het is ook de beste, misschien wel de beste opleiding van de wereld. Hè? Maar dat is natuurlijk wat ze in Spanje ook doen. Dat ze in alle leeftijdscategorieën alleen maar trainers op de eerste teams in die leeftijdscategorieën mogen hebben met de hoogste diploma's. Want anders mogen ze niet ECB spelen. Ja. Ja. Dus dat is gewoon een eis binnen de ECB. Ja, en in Duitsland doen ze het nu ook. Hè? Dus ik heb in de Pro A gewerkt, veel betere competitie dan de Nederlandse Eredivisie, veel hoger niveau, echt. Je moet 2 fulltime jeugdcoaches in dienst hebben om in de Pro A een licentie te krijgen. Fulltime die niks met eerste doen. Ook, er wordt ook aangegeven hoeveel ze minimaal moeten verdienen. BBL 3 fulltime jeugdcoaches in dienst, niks te maken hebben met eerste. En je moet als BBL-club ook 24 uur per dag een eigen hal hebben waar je kan trainen. Dat is gewoon een licentie-eis in de BBL. En dat zijn natuurlijk fantastische investeringen. Ik wil even terugkomen op dat je zegt, ja, 112 zeg ik 4 tegen 4. Ja. Je zegt, plezier is het belangrijkste. Ja. Ik snap de opmerking, en ik weet niet of je wel eens naar hockey hebt gekeken, hoe ze daar de jeugd opleiden. Als ze daar beginnen ze ook met onder 6, zeg maar. Maar daar hebben ze niet, zeg maar, een hele grote veld. Veel kleiner, ja. Een heel klein veld maken. Ja. Maar wat ze ook doen, dan gaan ze 3 tegen 3 spelen. Ja. Ze creëren eigenlijk extra goals. Ze hebben 2 goals. Ja. Maar waarom doe je dat niet dan? Nou ja, plezier. Hoe meer mensen scoren, ja, dus je meer plezier hebt. Terug naar 4 tegen 4, omdat wij, er bestaat natuurlijk al 3 tegen 3, wat een hele leuke nevenvorm van onze sport is. Omdat we kinderen in 5 tegen 5 zien in de jeugd, we hebben het een beetje door KNVB laten inspireren. Hè? Die zijn naar 7 tegen 7 gegaan met jonge jeugd en toen zelfs naar 5 tegen 5. En wat ze zelfs nu doen bij de KNVB is dat bijvoorbeeld de jeugd van Ajax naar Zwolle gaat. En de jeugd van Ajax is veel beter. Dan worden gewoon jongens van Ajax in de elftallen of in de teams van Zwolle gezet, zodat die wedstrijden interessant zijn. 4 tegen 4 is de kans dat je 1 superster de hele tijd de bal geeft veel kleiner. Er is veel meer ruimte. Als je dan ook nog alleen maar man-to-man mag spelen, denken wij dat er veel meer spelers aan bod gaan komen. Veel meer, we gaan ook stimuleren dat je binnen 8 seconden scoort, krijg je een bonuspunt. Dat soort dingen. Wij denken dat je met 4 tegen 4 veel meer ruimte hebt om dit ook te kunnen aanleren, omdat de bal sneller kan gaan. Dus meer ruimte ook gewoon. Veel meer ruimte om te dribbelen. Dus dat gevaar ga je wel kijken. Ja. Plus man-to-man is nu al. 12 heeft geen zone. Nee, maar ik begrijp dat de bucket wel behoorlijk volgegooid wordt. Ja. Hoor ik van veel coaches. En dat gaan we ook uitbannen. Ik denk dat je net ook moet doen is de shotclock op alle niveaus introduceren. En als je met de shotclock spelen. Ja. En dat wordt in Nederland veel te weinig gedaan. Nou ja, wij proberen te stimuleren dat je snel scoort dat je een bonuspunt krijgt. Dus binnen 8 seconden heb je dat is de 3 punten van een mini, zeg maar. Mensen uit Europa waar je op komt, wat voor niveau het is, hebben ze altijd wel een shotclock. Ja. Of is het op de tafel met een stopwatch. En dat is wel belangrijk om die snelheid te krijgen. Ja, dat is wel een goeie. Wij doen de check, halen we eruit. De scheidsrechterscheck, zoals de Fransen en de Spanjaarden ook doen. Zuid-Europa heeft ook u derde. Vliegende wissels, dat gaan we ook doen. Dus geen... geen scheidsrechters, coaches zijn spelleiders. Geen scorebord, dus die ouders kunnen niet meer schreeuwen. Er wordt wel geturfd hoor, de stand wordt heus wel bijgehouden. Aan het einde van zo'n dag is er ook wel een winnaar. Dat is ook het leuke van het hockey. Ik heb ook 2 hockeyhilde dochters. Ze spelen eigenlijk 2 partijtjes tegelijk, hè? Want ze spelen 2 keer 3 tegen 3. Ja, leuk. En eerst speelt de ene helft van het team tegen de andere helft van het andere team. De wedstrijd is afgelopen, niemand weet wie er gewonnen heeft. Want je hebt 4 uitslagen. Ja, mooi. Nou, dan gaat iemand scheiden, dan gaat het allemaal optellen bij elkaar.
oh, we hebben gewonnen, leuk. Ja. Dat is ook echt een heel charmant aspect van dat systeem. Ja. Ga ik even advocaat van de duivel spelen, want ik hoor allemaal dit en dan denk ik bij mij eigen ook. Okay, waar, jij gaf in het begin ook aan waar wij als Nederlanders allemaal goed in zijn. Als ik kijk naar waar wij heel slecht in zijn in Nederland, vind ik, is het in de mentale hardheid die je nodig hebt om een topsporter te worden. Winnersmentaliteit. En een winnersmentaliteit. En als we te veel gaan zakdoekje leggen met z'n allen, en we leren dat niet op een leeftijd aan, dat het ook wel af en toe ook gewoon om winnen gaat, kan ik me daar ook wel een klein beetje zorgen om maken. Heeft iedereen aan zijn opmerking gehoord? Ja. Maar als je als de Nederlandse basketbalbond omarmen het LTRD-systeem en dan begint train to compete of zo begint ergens vanaf 15, 16. Dus ik denk wel, ik ben met je eens hoor, je moet wel, het gaat wel winnen, maar niet op 11-jarige leeftijd. Nou ja. Maar als je bij het voetbal gaat kijken, en mijn jongens hebben voordat ze gingen basketballen eerst gevoetbald, en als dat op 11-jarige leeftijd was dat vreselijk competitief. Ja. En dan gingen die snoeihard in en dat waren heel... toch wel winnen. Maar in Nederland zijn we in voetbal hartstikke goed. Ja, maar dat heeft niet met de dame. Mag ik even een duidend zakje doen? Ik ben deels met je eens. We zijn heel gepamperd, vooral dat. Hè. Ja. Alles wordt geregeld en de moeders zijn de baas, laten we eerlijk zijn. Ik merk dat ook. Dus kinderen weerstand, dan wordt er meteen... dat is mijn ervaring met jeugd, dat met name de moeders dan heel snel aan de rem, op de rem trappen. Maar... je kan zeggen dat daardoor redden we het nooit, maar dan vraag ik aan jullie, hoe kunnen we dan een gouden medaille winnen met volleybal? Hoe kunnen we dan met handbal investeren en we winnen gewoon, bijvoorbeeld de dames nu dan, we winnen gewoon in Duitsland, van het handballand van de wereld. Alles wat wij oppakken in teamsporten, echt oppakken, worden we ook wereldtop in. Dus ik weet niet of dat wel zo is wat je zegt. Hockey? Ja, maar dat is geen wereldsport. Kleinere sporten. Handbal is niet klein. Maar niet zo lang niet. Nee, basketbal. Maar ja, oké, voetbal. Voetbal. Laatst nog weer, wat waren we, derde of vierde van de wereld? Dus blijkbaar kunnen we het wel. We zijn van oudsher een voetballand en daar wordt ook al op jonge leeftijd heel competitief voetbal. Toch zeggen alle onderzoeken... ook de kwantiteit van de jeugd die sport beoefent. Maar hoe verklaar je dan het... Spanje, Italië. Nou, kan winnen, maar ze hebben zoveel spelers. Hoe verklaar je dan het Europees kampioenschap van Slovenië? Ja, Litouwen, 2 miljoen mensen. Griekenland wereldkampioen, 11 miljoen mensen. Maar hoeveel mensen spelen de sport? Hoeveel jeugd wil basketballen? Dat willen ze ook. Nou, ik durf te beweren, als wij gaan investeren in de jeugd, dan gaan er zo 100.000 basketballers bij komen. Kijk, het niveau, want kinderen vinden het fantastisch. Het niveau in de zeg maar, oppervlakte van het land en van de spelende leden is zeker niet slechter dan andere landen. Precies. Ik ben nu net 4 maanden in Italië geweest, in een gebied van Toscane en Lazio, met onder 18 veel wedstrijden gekeken en Serie C en ook de Serie A. Maar de jeugd van die regio vond ik niet beter dan sommige teams in Nederland. Dus wat jij zegt, kan. Ik geloof, nou ja, Servië heeft maar 11.000 spelende leden. Nou, maar het gaat ook om het perspectief. Hè. Je geeft nu aan van we gaan investeren in basketbal. Maar het investeren in basketbal, dat moet vanaf de top-down zijn. Ja. Want zolang een speler geen perspectief heeft in Nederland dat hij ergens kan gaan spelen. Dat is een heel goed punt. Wat gaat hij dan op een gegeven moment doen? Die jongens vallen allemaal af als ze 18 hebben. Ja, en we zien nu Jesse Edwards, die misschien wel de NBA gaat halen. Hè. Die heeft in ieder geval NBA potential. Jawel. Als hij zich bij die academy ontwikkelt, dan heb je echt een kans. We zien Tristan Enaruna, die echt groot college aanbod krijgt. En dan denk ik wel van, hey, Doncic start gewoon in de Euroleague op zijn 16e. Waarom kunnen zulke jongens niet... Nou, Dona doet het nu met Ringmas, die speelt echt. Maar waarom kunnen zulke jongens niet in de Nederlandse competitie 10 minuten, 15 minuten per wedstrijd spelen? Ja, Marco, dan heb je ook te maken met andere culturen. Ik bedoel, als je met een willekeurige Europeaan praat over basketbal en jij legt uit dat in Nederland een topspeler, talent, jeugdtalent, de ouders €600 moeten neerleggen omdat die zaalhuur te betalen is waarbij ze 3 keer per week mogen trainen en de rest van de week die zaal dicht is, dan kijken ze je aan alsof ze water in brand. Maar die situatie is niet meer. Er zijn zoveel plekken waar kinderen 2 keer per dag kunnen trainen inmiddels in Nederland. Niet alleen de geaccrediteerd... Dat tegen veel geld vragen. Wat zeg je? Voor betalen vaak, maar die academies zijn gewoon duur. Ja, maar ga naar een academy in een ander land en je bent niet de topspeler, dan betaal je ouders ook echt veel geld hoor.
Dat is bijvoorbeeld de Rode Ster. Daar zitten 3-4 jongens voor NOP. Maar er zitten ook heel veel jongens niet voor NOP. Dus het is niet helemaal gouden bergen bij andere situaties. Bij een andere situatie. Nee, maar daar heb je wel het perspectief. Ja, nee, maar dat vind ik wel een belangrijk punt. De DBL moet ook gaan nadenken over wat kunnen wij doen voor de nieuwe Nederlandse Rick Smits. Of de nieuwe Nederlandse, nou ja, met Harms bijvoorbeeld ook. Francisco Elson, die heb ik natuurlijk gecoacht als bondscoach. Hoeveel moeite het mij heeft gekost om hem weer terug te krijgen in het Nederlands team. Want hij voelde nul binding. Kadzuric heeft nooit gespeeld in het Nederlands team. Die jongens hebben in de Nederlandse Eredivisie amper gespeeld. Het zijn toch echt NBA-spelers. Dus daar doen we wel iets fout in de top. Nou, ik pleit voor minder buitenlanders in die teams. En je moet wel, of een minimum salaris voor buitenlanders, zo hoog dat een club als Leeuwarden gewoon wel met Nederlanders moet spelen. Daar ben ik heel erg voor. Ja, maar dat zit maar ik zie toch wel beweging, hoor. Niet alleen in, Marco. Het zit hem ook in het feit dat we 4 ploegen hebben die een budget hebben wat Eredivisie waardig is. En de rest heeft dat niet meer. In jouw tijd, Erwin, was dat heel anders. Had je een veel sterkere competitie dan nu en dan ging dat veel, veel dieper. Nou ja, des te meer reden om te gaan investeren in onze jeugd. Juist omdat je niet op geld... Iedereen herinnert zich naar de situatie dat hier in Amsterdam kwam zo'n houten methode sponsor, die gaf 3 of 4 miljoen. En zijn doelstelling was binnen 3 jaar top 5 van Europa. Dat weten we allemaal nog, toch? Mm. Dus toen ben ik eens gaan rondbellen. En iedereen liep erachteraan in Nederland. Ik heb me doodgelachen, maar ik vind het eigenlijk heel triest. Dus toen ben ik eens gaan rondbellen bij echt grote agenten. Ik zeg van, heb je gehoord wat hier in Amsterdam, 3, 4 miljoen of 5 miljoen misschien. En ze willen top 5 of top 3 van Europa binnen 3 jaar. Top 5 binnen 3 jaar, dat was hem. Dus toen zegt die agent, wat? Hoe denk je dat te doen? Ik zeg ja, want Panathinaikos heeft toch 35 miljoen, zei hij toen. En Real Madrid 30 miljoen. En Moskou, eigen vliegtuig, 40 miljoen. En toen begon ik over Olympiakos. Zeg ik, Olympiakos aan. Oh, Olympiakos heeft geen budget. Speelt gewoon op het privé vermogen van de familie, weet ik veel. En de eigenaar, als hij over de speler droomt, dan belt hij me de volgende dag op. Zeg ik, wil die speler, maakt me niet uit hoeveel het kost. Dus de verhoudingen waren natuurlijk helemaal uit het lood. En iedereen liep achter die mensen hier in Amsterdam aan. En wat is er van overgebleven? Helemaal niks. Dus we moeten in onze jeugd investeren. Dat is de enige kans. Speelde wel basketbal, maar voor iedereen naar die hal ging. Iedereen? Nou ja, in ieder geval op een niveau spelers. Ja? Met alle respect. Orion Green, vind je dat nou een Europese topspeler? Als je zegt Paul Thompson in de tijd van Nashua, zeg ik ja. Of David Lawrence. Maar sindsdien zijn het toch allemaal derde rangs Amerikanen. Dat doe je wel. Het is geen Europese topspeler. Joe Spinks. Oké, dat is de laatste. Joe Spinks is de laatste. Niet heel slecht. Wilson Washington. Ja, precies. Dat waren topspelers. Jawel. Maar die heb je nu niet meer. Nee, dat ben ik wel met je eens. En die had je toen ook niet. Wat moeten die nou hier in de Nederlandse competitie doen? Exact. Dat slaat hem nergens op. Dus investeren in onze kinderen en geef ze het podium om goed te worden, totdat ze, net zoals het voetbal doet, totdat ze te goed zijn. En dan heb je ze in Nederland opgeleid, deels, hebben ze binding, ook met Instituut Oranje, hebben ze binding met de club. Nee, jullie bij Apollo laten die jongen steeds meer spelen. Die jonge Malivai is echt beter geworden, vind ik, omdat hij bij jullie in het eerste speelt. Je ziet het nu toch bij Dona, bij Ringmast ook. Ik zou willen dat Zwolle dat ook deed. Wat Weert doet, ik vind wel dat je moet ook winnen als je in de top speelt, maar oké. Jonge jongens krijgen toch de kans om zich op dat podium te profileren. Dat zijn allemaal goede bewegingen. Dat was toen ik wegging, zeg maar, naar Duitsland, was er helemaal geen sprake van. Wanneer ga je bezig met winnen? Ja, nou ja, dat is dus de vraag ook van Lodewijk. Onderzoeken wijzen toch over het algemeen uit dat je niet te vroeg die druk te hoog moet maken omdat die cognitieve ontwikkeling nog in de gang is. Dus als winnen wordt geassocieerd met falen, dan gaat een kind reflexen aanmaken waardoor het onder druk altijd zal blijven verkrampen. Dat is het moeilijke van de situatie. In andere landen is het dus heel anders, Marco. Ja. Daar wordt winnen geassocieerd met overleven. Ja, en nou komt wel weer een ander punt. Dat zullen wij nooit hebben. Wij moeten eerlijk zijn, we zullen nooit zoals de Serviërs enige kans om een succesvol leven te hebben is van de berg af niet meer de beer proberen te doden, maar met basketbal te winnen. En de jongens in de Amerikaanse ghetto's is dat ook zo. En daar moeten we eerlijk over zijn. Maar ja, er zijn ook voorbeelden van landen waar het wel goed is, die het ook wel heel goed doen. Die heb je ook. Maar kijk, dit klopt wat je zegt, dat een aspect is van onze cultuur wat misschien niet zo goed is, maar we zijn ook heel creatief. We kunnen het ook met andere sporten, dus ik wil juist de kwaliteit, de kracht van de Nederlander, die er ook is, wil ik uitlichten en daar onze sterkte in ontwikkelen. Maar dan hebben we wel dit nodig. Maar dan moet je wel ook aan de coaches uitleggen dat als jij met jou gaat werken en je gaat een programma neerzetten, dat je je koers moet varen, ondanks het feit dat je heel veel zeikende moeders aan de telefoon krijgt, vaders. Ja.
En dat kinderen aan het piepen zijn. En je moet daar een hele strakke, harde koers in varen. En zorgen dat je dat gedeelte ook goed krijgt binnen je organisatie. En misschien dat je zegt op een wat latere leeftijd. Maar mijn god, je moet knoepend hard heen hoor. Want anders ga je het ook niet redden. Dat klopt. Maar bijvoorbeeld Juan Carlos Navarro, kent iedereen ook. Hij is net met pensioen. Die heeft die La Bomba. Hè? De La Bomba is niet zijn driepunter. Dat is die runner. Hè? Ik hoop dat iedereen dat weet. Die heeft zijn hele jeugd dat ding geprobeerd. En zijn team verloor maar. Die coaches hebben gewoon die ruimte gegeven. En dat werd een enorm wapen. Dat is ook belangrijk, hè? Dat coaches beseffen, laat kinderen ook experimenteren. Je hoeft niet alleen maar op jonge leeftijd te winnen, ten koste van alles. Ja, ik ben wat dat betreft, kijk, natuurlijk moet je wel een heel duidelijk onderscheid maken. Je moet natuurlijk niet op 11-jarige leeftijd maar één ding belangrijk vinden, dat is winnen. Want dan gaat het natuurlijk ook om het plezier. Maar als je aan de top gaat zitten, ik heb echt meegemaakt bij nationale teams, dat coaches continu maar bleven roepen, ja, die wedstrijd winnen is niet belangrijk, want we zijn aan het uitproberen of we zitten nog in een voortraject of weet ik veel. Maar ik denk dat echt dat je in nationale teams, geldt er echt maar één ding en dat is gewoon winnen en nog een keer winnen. Nou, ik ben dus sinds dit jaar verantwoordelijk voor de jongenslijn, ja. Sinds het aankomende jaar, een van de nieuwe bondscoaches zit hier ook. En nu, dat is heel belangrijk wat je zegt, de Oranje, behalve U16 vinden wij, want daar wil je de toptalenten verzamelen, vinden we. En die kunnen nog niet uitgegroeid zijn, maar de U18 en U20 moeten gewoon winnen. Dat zeggen wij ook. Ja, de Oranje teams. Maar ik, bijvoorbeeld wat ik doe met de Ola, is gewoon opleiden. Gewoon zoveel mogelijk in situatie brengen waarin je leert. Wat kan mij dan schelen of ik een wedstrijd meer of minder win? Interesseert me helemaal niks. Marco, heb jij dit verhaal ook met de academisch besproken? We zijn in gesprek. Okay. We zijn bezig. Maar jij, ik ben net begonnen, hè? Okay. Dus een cultuurverandering heb je ook niet in één dag. En het moet ook niet alleen maar door mij gezegd worden. Jullie moeten ook op een gegeven moment gaan geloven, we kunnen het. En op jullie manier, vind ik hoor, moeten jullie dat ook gaan uitdragen. Marco, ik vind winnen een natuurlijk resultaat van op de juiste manier trainen en met de juiste hardheid trainen. Okay. Als je dat doet, dan ga je vanzelf winnen. Ja, maar stel, prima. Maar nu heb jij in je team een jongen met wie je nu wint, maar die blijft 1,95. Nu speel ik de advocaat van de duivel. En je wint in je onder 18 competitie, win je door hem, omdat hij wat sterker is, ja. In de post. Win je door hem te isoleren. Maar je hebt ook een laat rijpe Tristan Enaruna, die nog niet goed genoeg is. En die speel je niet omdat je wil winnen. Dan vind ik dus dat je Tristan, die echt een frame heeft om een internationale topspeler te worden, die moet op het veld staan. En niet die 1,95 jongen. Dat vind ik. Ik had Tristan Enaruna in mijn team. En die had ik op 13-jarige leeftijd. Stond hij bij mij in het team. In de finale van onder 16. Heel goed. En was hij de beste speler op het veld. Nou ja, oké. Okay. Dan is dat alleen maar mooi. Maar ik zeg alleen maar even. Maar waar het om gaat is, Marco. In mijn ogen. Als jij goed opleidt. En die jongens gewoon hard maakt. Mentaal hard. Gaan ze vanzelf winnen. Ze gaan vanzelf winnen. Maar ik ben het met je eens als je zegt, wat jij nu het voorbeeld wat je geeft, je moet nooit dat opofferen om nu te winnen. Exact. Dus je gaat nu niet inderdaad met die jongen van 1,95, nee, je gooit iedereen erin, je leidt iedereen op, iedereen krijgt minuten. Ook die Malafaï Lyons, die ik ook in mijn team had, en die nog helemaal niet kon lopen toen hij 16 was. Precies. Maar je zag dat hij iets had. Dat je jezelf nu een beetje tegenspreekt. Want op het moment dat winnen het criterium is, dan is winnen ook het criterium. En kijk, nu geef jij een voorbeeld van ja, ik kan winnen door iemand te isoleren. Dus eigenlijk laat je één speler dan winnen, zeg maar. Nee. Ik wil dat niet het kosten gaat van de jongen die nog niet vroeg rijp is en daardoor geen kansen krijgt om zich te ontplooien. Dat is mijn punt. Ja. Tuurlijk, als je kan, basketbal, het spel is niet interessant als het niet meer om winnen en verliezen gaat. Ja. Dus een wedstrijd moet je proberen te winnen. Maar het is bewezen uit onderzoek dat die hersenen bij jongens vrij laat echt met die maximale winstdruk om kunnen gaan. Als je dat te vroeg overvraagt, krijg je een stressreflex die je niet zo snel meer uitkrijgt. En daar krijgen ze later last van. Ik nuanceer het dus in die zin. Dat is één. En het tweede is, iedereen weet in de kadettenleeftijd, ja, wij spreken nog over kadetten, heb je jongens die vroeg rijp zijn. Geef de bal en je wint met ze. Maar misschien zijn het jongens die vroeg rijp zijn, maar een plateau hebben op promotiedivisieniveau. Maar er loopt ook de nieuwe Rick Smits die nog een beetje over zijn benen struikelt. En die zit op het puntje van de bank. Nou, dat is fout. Juist, dat ben ik. Dat is fout. Maar dat is herkennen, dat is kwaliteit van een coach. Dat is herkennen. Ja,
maar we moeten ook uitspreken. Je moet het gewoon uitspreken. Ja, maar wat ik wil is dat je een coach moet in de jeugd. Dat ben ik helemaal met jij, is niet coachen om te winnen. Want dan kan je allerlei foefjes uit gaan halen en persers gaan spelen, wat Erik zei. En allemaal taps gaan doen en dat soort dingen. Maar je moet wel die jongens bijbrengen van, hey jongens, we gaan er snoeihard op. En dan creëer je in mijn ogen een winnaarsmentaliteit. Oké, maar daar is niks mis mee. Chris? We zitten in een situatie waarin het niet ideaal is om mensen op te leiden. We gaan nu stappen zetten met een bepaalde visie. En de truc is denk ik om vanuit de bond, vanuit onszelf, onszelf zo te organiseren dat we elkaar meer zien. Wellicht buiten competitie om teams tegen elkaar laten spelen, coaches uitnodigen en over dit soort dingen praten, zodat we met meer mensen op eenzelfde lijn zitten. Want dat is natuurlijk het hele probleem. Hoe ga je cultuur, hoe ga je basketbalcultuur, hoe ga je basketbalnormen implementeren? Nou, kijk in het bedrijf waar je wellicht werkt. Als het van bovenaf komt, dan moet je wel heel erg commit zijn en je moet erin geloven. Maar het geloof komt wel op het moment dat er van onderuit over gesproken wordt. En daarom ben ik voorstander van benoemen. Voor mijn part digitaliseren van communities waarbij je op dinsdagavond om na de training bij elkaar zit, de wedstrijd analyseert of met een videoclipje en heb je dit gezien, hoe ga jij daarmee om? Misschien een beetje science fiction of future, maar ik denk wel dat op het moment dat we dat doen, het liefst onder leiding van gezaghebbend orgaan, dat we stappen kunnen gaan zetten. En dan worden de verschillen op termijn echt wel geslecht. En er zijn natuurlijk heel veel verschillen, want iedereen heeft verschillende belangen. We hebben academisch waar businessmodellen achter zitten. We hebben academisch die het gedaan, begonnen zijn omdat er gewoon geen opleiding was. En omdat er gewoon enthousiaste mensen zoals wij zeiden, nou, we gaan gewoon mensen opleiden. Nou, Apollo is ook al jaren goed bezig, vind ik. Ja, ja, maar... En Den Helder is nu ook aan de gang. Het is niet alleen maar een academisch, er zitten best wel veel initiatieven inmiddels waar je kan zeggen dat kinderen... Ja. Goede kans krijgen. Ja, dan kan iedereen zeggen, ja, het is geld, dat is ook zo. Joop Aldera werd Olympisch kampioen. Die heeft dat hele team 6 jaar lang uit de organisatie van de niveaubouw gehaald. Nee, dat was Zelingen. Laten we eerlijk zijn. Zelingen heeft wel daar de basis gelegd. En Joop, als je met die spelers praat, dan zeggen ze van, ja, we zijn kampioen geworden, ondanks Joop Aldera. Die documentaire ziet. Maar dan was er wel de basis gelegd waarin ze dus konden winnen. Ja. Nou ja, dit zijn organisatorische punten die valide zijn, hoewel ik vergelijk met zeg maar 7 jaar geleden zijn er veel meer plekken waar kinderen veel kunnen trainen en wel of niet goed. Het inhoudelijke punt dat ik vanavond wilde maken is dit, echt. Als wij dit in Nederland gaan aanleren, dan worden we echt retegoed. En ik vind echt dat ontbreekt bij ons in het algemeen. Er wordt te veel naar, al mijn jongens willen alleen maar één ding, naar Amerika. En ik generaliseer, het klopt, maar ik zie wel dat bijna niemand NBA haalt. Dus als je een carrière. En alle jongens die terugkomen zijn in Europa niet succesvol op uitzondering. College terechtkomen. En daar komen de meesten niet terecht. Maar als we nou in Nederland een alternatief aanreiken waardoor ze in ieder geval een keuze hebben die gericht is. Maar speel je niet iedere wedstrijd voor 30.000 man. Hè? Dat klopt. En er zijn voordelen en nadelen. Maar we moeten ergens beginnen en we moeten tegen die jongens in ieder geval kunnen zeggen. Wij doen het ook voor jullie. En de inhoudelijke, basketbalinhoudelijke stap die we moeten zetten is dat die bal sneller wordt. Niet James Harden. Want dat is niet het Europese systeem. De FIBA heeft gewoon andere regels. Het veld is kleiner. Elke verdediging mag gespeeld worden. Als we dat niet doen, halen we het niet. Geloof ik niks van. Als we het wel doen, hebben we een kans. En al die kritiek is ook weer waar. En ik zie dat natuurlijk ook. Maar er zijn ook plekken zoals bij jullie waar ze wel mentaal worden gehaakt. Dus het is niet alleen maar slecht. Alleen ik heb gedacht, oké, hoe kunnen we nou wel van Spanje winnen? Dan moet je meenemen wat we misschien niet zo goed doen. Maar je moet je vooral gaan richten op de sterke punten die we in potentie kunnen ontwikkelen. Samen met op die manier gaan denken. En dan kan een Nederlandse basketbal echt scary zijn. Eén point guard zoals Dimitri, 1,85, maar ongelooflijk snel. Of Siem, of slimme jongens. En de rest jongens van 2 meter, atletisch, multi-inzetbaar. Die het spel lezen, snel kunnen handelen. Nou, kom maar op. Dan winnen we zeker van Duitsland, want die zijn een stuk trager. Dan wil ik de Kroaten ook nog wel eens zien. Kom maar op, ik durf wel. Ja, maar het is allemaal waar. Alleen maar zusjes gedaan. Hij was eerst. We hadden het net over dat we hier kinderen te veel pamperen en dat er natuurlijk jeugd te veel vrijheid heeft. Maar dat heb ik niet gezegd. Nou, dat ze
Alles wordt voor ze geregeld. Overleven wordt niet meer aangeleerd. En dan gaan we plezier in winst van elkaar scheiden. Ze moeten de plezier uithalen uit de winst. Ja, uiteindelijk wel. Winnaarsmentaliteit. Ja. En we moeten keihard zijn ook met selecteren. Ja. Laten we te lang doorgaan. En dan zeggen we op een gegeven moment, bij 18 na, nu gaan we het niet meer. Wij zeggen ook, je maakt een goed punt, je moet selecteren. Wij zeggen, op 16 moet je kunnen zien of iemand die dit niveau kan halen. En er zijn eerst keiharde fysieke ondergrenseisen. Als je een 2 of een 3 of een 4 bent, je hebt geen 3 punten, dan kan je het vergeten. Gewoon, vergeet het maar. Je kan een 3 punten nog wel aanleren, maar als je echt niet kan schieten, kan je het vergeten. Als je onder de 1, ik durf wel te zeggen, inmiddels onder de 1,85 bent, en dan ben ik nog voorzichtig, maar we hebben wel iemand als Dimitri met een wingspan van 2 meter nog wat. Maar 1,85 zie je al bijna niet meer in zijn. En dan ook nog redelijk slim. Dus je moet ook heel eerlijk, en de NBA, mijn collega Louis is een NBA-scout, zegt gewoon keihard tegen hem, alles onder de 2,05 meter zijn we niet geïnteresseerd. Want die hebben we zelf. We willen alleen maar de lange jongens. Toen met Haring 16 jaar was hij nog geen 1,85 meter. Ja, daarom is de coördinatie ook zo goed. 2,21 meter. Ja. Maar daarom is de coördinatie ook zo goed. Mario Bennis, ja, was op zijn 18e 1,72 meter. Ik weet het. Ja. Is ook iets groter gegroeid daarna. Ja. Nee, helder. Dus wees daar niet zo strikt in. Nee, maar eindlengte. Nee, maar juist dat. Je kan het meten, hè. Eindlengte is waar wij naar kijken. Ja, maar ik vind dat... Ik doe het. Ja, ik doe het. Okay, ik doe het echt. Ik vind dat er zit een point in, maar er zijn genoeg voorbeelden van spelers die waar het niet gaat om het fysieke gedeelte, maar waar het gaat om, hij kan die basketbal of niet. Nou, noem eens één. Dat zijn er genoeg. Ja, noem eens één. Nou, er zijn genoeg spelers die kleiner zijn. In de NBA bijvoorbeeld, neem eventjes Steph Curry. Die niet eens een scholarship offer heeft gekregen. Omdat hij te klein en te dun was. En nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. Nou, dat was hem wel. Hij is toch bijna 1,90. Is hij toch, ja. Exceptionele touch. Maar geen scholarship offer. Dus, Michael Jordan is afgetest bij zijn high school. Precies, maar allemaal voorbeelden van jongens die eruit geselecteerd zijn. Omdat ze, ja, ze voldoen niet aan dat ideaal plaatje van... Nou, maar als je naar de fysieke profilering kijkt, NBA kijkt er echt naar, geloof mij, ik spreek heel veel NBA-scouts. Over Europese jongens zeggen ze gewoon, of ze moeten extreem spelintelligent zijn, maar dan nog zijn er minimale lengtes waar ze naar kijken. En anders willen ze niet, want dat hebben ze zelf. En ze willen vooral de lange jongens. Dat bewijst de geschiedenis ook, hè. Ja, dan moeten we dus echt een cultuur veranderen. Ja. Want de hele wereld kijkt naar die speler die 1-1 actie kan maken, zegt wat fantastisch, en er is niemand die zegt, zo die 9, fantastische spacing en movement without the ball. Echt zo'n speler. Ja, maar begrijp me niet verkeerd. Ik geloof echt dat je 1-1 kan spelen, maar in Europa moet je het kunnen spelen vanuit de juiste situatie. En in Europa zie je, die fout van DeAndre Kane, dat zie je een Europees topspeler gewoon niet maken. En dat is echt een andere denkwijze. En als wij echt wat willen met onze jeugd, moeten we dat niveau bereiken. Kan niet anders. En dan is er nog steeds ruimte voor 1-1, want is er een mismatch, dan moet je altijd je 1-1 uit kunnen spelen. Of uit movement moet je ook je 1-1, of end of shot clock. Doncic heeft natuurlijk een fantastische 1-1 speler. Heeft hij toch bij Real Madrid geleerd. Spanoulis, geweldige 1-1. Sergio Yul, geweldige 1-1. Nou, niet geweldig, maar echt een goede 1-1 speler. Er zijn er genoeg. Alleen, Sergio Yul is 1,90. En hij speelde over het algemeen, denk ik, op de 2 meer? Nee, op de 1. Op de 1? 6 Jules 1,91 zelfs. Dus dat valt wel mee. Ze zijn best wel groot. Maar wij hebben die jongens. Bro, laten we eerlijk zijn, we hebben die jongens. We hebben atleten met lengte, met atletisch vermogen. We hebben heel veel maar ik zie die negatieve dingen ook. Alleen, mijn focus is echt op hoe kunnen we met onze kwaliteiten dat niveau bereiken. Ik geloof echt dat dat kan. Ja, toch denk ik dat het mentale aspect, niet omdat ik namelijk gelijk moet hebben, maar het mentale aspect van het belang om altijd maar te willen winnen, dat vind ik in Nederland nog steeds een punt is. En dat, ja, dat komt ook zeker omdat te vaak gezegd wordt dat winnen dan niet belangrijk is. En wat je ook dan heel erg veel terugziet, is dat Nederlandse teams, en dan heb ik het over ook nationale teams, dat herken je ook zodra ze een EK spelen en het gaat goed, Maar op het moment dat zo'n team een keer gaat verliezen, dan kunnen Nederlandse teams heel moeilijk over dat verlies heen. Maar hoe verklaar je dan de gouden medaille van de volleyballers? Nee, in elke sport heb je een lichting die excelleert. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar, een mooi parallel is het CTO dames.
basketbal en het start van een soort CTO bij het handbal. Al die speelsters die nu nummer 4 van de wereld zijn bij handbal, die zijn ongeveer gelijk gestart. Dus dan is het natuurlijk heel vreemd waarom dan in hetzelfde land met een soortgelijk opleidingstraject de een op nummer 32 van de wereld staat en waarom de ander nummer 4 van de wereld is. Nou ja, handbal heeft geen 500 miljoen leden zoals de FIBA. Laat dat dit voorop stellen. Ja. Geen 500 miljoen leden hoor. Niet eens 100 miljoen. Nee, maar toch wel. We hebben een half miljard basketballers. Heel groot. Het is een groot sport, klopt. En dat heeft te maken gewoon. De dames zijn wel enorm opgeschoven hoor. Die zijn wel een stuk. Ze zijn heel veel. Van begin van CTO hier. Als je dat zo. Je kan het ook anders denken. Maar dat kan niet anders zijn, toch? Dus als ze gelijkwaardig zijn, hebben gestart enzovoort. Dus ja. In scouting, in trainen, in methodiek, in opties die je gaat genomen. Coach uit Amerika gaan alleen maar zone te spelen. Nee, noem maar op. Ik bedoel, als je echt wat wil. Zo nee, maar dat is zeker. Wie dat zone te spelen, die was ook de recruit. Klopt. Ik vind het wel met jou eens. Want elke sport, en je ziet het, het gaat soms ook om generaties. Onze 2001 generatie. Die jongens, onze nu onder 18 generatie, er zit een exceptionele talent tussen. Wie dan? Tristan, Rienk. Rienk is geen exceptioneel talent, sorry hoor. Dat is een 13 in een dozijn 4. Dan heb je in de tweede divisie van Duitsland, in Duitsland heb je betere spelers. Dat is echt spijt me. Leuke jongen, ja dat meen ik echt. Ik heb hem 2 jaar getraind. Nou, als jij op 17-jarige leeftijd 30 punten kan maken in de Eredivisie of in tegen Weert. Of whatever. Als hij had leren schieten. Hij heeft geen schot gekregen. Als hij had leren schieten, grote point guard, heb je gelijk. Creatief. Maar hij heeft nooit leren schieten. Hij kogelt hem nog steeds. Nou zeg je twee dingen over. Dat snap ik helemaal niet. Tim Hoeven vind ik namelijk een dramatische point guard. Die niet kan pasen, het spel niet ziet. En er eigenlijk geen point guard is. Maar misschien een 2 had kunnen zijn als hij had kunnen schieten. Nou, daar ben ik niet met je eens. Nee, ik ook niet. Ik heb hem 2 jaar getraind, dus ik ben er echt niet met je eens. Ja, goed. Ik heb 1000 wedstrijden van hem gewonnen en ik heb het nooit gezien. Ja, Kai is natuurlijk wel een talent. Super, Kai is een groot talent. Stilma ook. Stilma is een Euroleague speler. Kutay is een kleine center, maar wel echt een 5. Even terugkomen op. Maar met Harms, Emmanuel Nkwesi. Er lopen nu David Nguzan, die gaat nu jammer dat ze allemaal in Amerika zitten, maar dat is een lichting die er aankomt, die voor Oranje senioren straks ook iets enorm veel kan opleveren. Ja, Kai van der Vuurst is echt een Europese topkaart, wordt dat. 2001, net als Tristan, net als Rien, net als Jesse Edwards, net als nog een aantal jongens die. Jawel, maar misschien komt dat die 2000. Ergens. Misschien komt dat die 2003 lichting ook wel een hele goede vervolg. Maar daar gaat het om dat je niet om lichting altijd afhankelijk precies bent, maar zoals Spanje, Frankrijk. Gewoon cultuur. Dat je gewoon goed opleidt van het begin. Ja. Dat je daar die lichting kan wel minder zijn, zodat je 7e wordt. Ja, en niet speelt in eerste 3 bijvoorbeeld bij Servië. Ze waren ze ook bij 18 kampioen, maar bij 16 waren ze nergens. Bij 20 waren ze. Maar Servië had hele verschillende coachfilosofieën, vond ik. Dat is opmerkelijk. Er was een groot verschil in hoe ze speelden ook. Dat is dat al een paar jaar zo. Ja. Spelen ze ook kwaliteiten van de spelers, zeggen ze. Ja. Nou ja, lichting wel of lichting niet. Als wij de cultuur omzetten, en ik heb nu een paar principes waar ik in geloof met jullie gedeeld. Belangrijkste punt is echt dit tactische aspect. We zijn jarenlang opgeleid met geïsoleerd 1-tegen-1 basketbal, met hard verdedigen. Heel goed trouwens, hè? Dat is zeg maar de school van Tom Boot, wat natuurlijk heel succesvol is geweest. Maar daar red je het niet mee op de absolute Europese top meer. Je moet spelers leren snel te denken en snel te handelen. Maar dan, met de punten die jullie aanbrengen, want ik ben het er wel deels mee eens, kan je van Spanje winnen. Als je net zo snel kan handelen, net zo snel kan herkennen en je... Kijk, Nederland zal Nederland blijven. We worden geen kopie van een land. Dus de voordelen en nadelen zullen ook blijven. Maar we hebben ook voordelen. En als we daarop gaan focussen, kan je van Spanje winnen. Maar dan nogmaals, mijn vraag. Wanneer begin je nou bijvoorbeeld met screening? Ja. Want weet je, inderdaad, die man die daar op de baseline vrijkomt. En dan precies op jouw moment. Ja, je moet wel spelers hebben in iedere lichting die pas kunnen geven. En je moet in iedere lichting in jouw nationale teams gewoon... 5 gasten hebben die gewoon 45% drietjes raak schieten. Ja. Weet je? Ja. Wanneer begin je met screenen? Ik vind het fundamental. En ik denk ook dat je paas goed kan leren als je leert screenen te gebruiken en te lezen. Dus je wordt ook een betere paser. Dus wat mij betreft, iedereen doet het. En het is niet
een alleen maar tactisch foefje. Het is onderdeel van fundamenteel basketbal. Als je een continuïteitsaanval speelt om de continuïteitsaanval, dan wordt het een ander verhaal. Dan is het gewoon een lijntje lopen en dan word je Bulgarije of dan word je Hongarije, zeg maar. Hoewel daar ook, ja, Zwolle. Zwolle speelt een systeem basketbal. Dan leer je kinderen niet zelf denken. Dus je moet, naar mijn mening, een screen goed gebruiken. Vereist ook snel herkennen en snel lezen. Zowel voor de screener als de cutter, maar ook voor de passer. En we hebben net gezien, ook heel vaak voor de man van de bal af. Dus ik vind dat best wel een fundamental waar je vroeg mee kan beginnen. Maar wordt het een systeempje en dat drill je erin? Lezen, zeg maar. Om hem te lezen, ja. Ja, ja. En wat jullie net noemden, het drag screen, zie je natuurlijk overal. Ook bij onder 14 toernooi internationaal, hè. Dat wordt overal gebruikt. Ik zou niet weten waarom dat niet mag. Alleen maar om de 1-1 aan te leren, oké. Maar er is wel wat meer. Ik ben er niet op tegen. Ik ben wel tegen systeembasketbal, want dan leer je niet zelf herkennen en zelf denken. Daar ben ik wel tegen. Die vraag had ik, was in Belgrado 2-3 jaar geleden op de kliniek met Obradovic, Ivković enzovoort. Die vraag was het precies zo gesteld. Wanneer ga je beginnen met screenen? En eigenlijk is dat wat Marco zegt. Je kan het niet meer aanval zien in Europa of aan de wereldcompetitie daar ook zonder screenen, zonder pick-and-roll. Maar zie je maar niet. Ik hou niet zoveel van, maar dat zie je bijna niet. Dus als dat fundamental wordt, dan zou je zeggen, nou ja, ik was er tegen dat onder 14 zie screenen. Ik was het altijd tegen. Dan denk ik, ja, als we niks anders straks kunnen alleen maar screen zetten en daarop voordeel halen, dan moet je dan vroeg beginnen, maar dat begint de fundamental te worden. Dus ik zou me niet... Ik vind het fundamental. Het doen, maar... Je moet er ook lezen van, hè? Exact. Wat doet de verdediging? Exact. Nog zo'n mooie screentje zetten, maar de verdediging bepaalt uiteindelijk wat je oplossing is. Exact. Maar doe het dan wel, als je het doet, doe het dan wel dat je grote jongens ook het screen spelen met de bal in de hand. Precies. En niet alleen maar de screener zijn. Ja. Want die grote jongens zijn vaak misschien de jongens die straks op hoog niveau... Ja. Goed punt. Maar dan verlies je wel wedstrijden, weet je. Oh ja, maar dan moet je schijnen. Vind ik ook. Vind ik ook. Ja, ik denk wel dat het afhankelijk is van de kwaliteit van je team. Je kunt natuurlijk wel zeggen van nou, we gaan pick and roll spelen. Maar als die lui niet eens een bal fatsoenlijk kunnen vangen en onder controle of onder druk kunnen dribbelen, dan kunnen ze zeker niet lezen wat er gebeurt. Nee, maar oké. Ja, maar kan je... Bij teams van onder 14 dat ze het al spelen hoor. En daar verloren wij wedstrijden gewoon door. Maar goed, dat is dan maar zo. Maar die gebruiken dan dat screen en ja, weet je, loopt die verdediger vast en dan gaan ze penetreren. Maar eigenlijk is het nog niet zo dat ze de echte fundamentals dan onder de knieën hebben. Dus dan pakken ze die pick and roll op dat moment. Maar dan wordt de vraag, kan je fundamentals aanleren met behulp van screens? Ik geloof van wel. Bijvoorbeeld ook naar links, met je linker dribbel uit de pick and roll leren lezen wat de verdediging, dat is een fundamental. Die pass kunnen geven, die pocket pass, of de lift pass kunnen geven, krijgen we nog overal als we over ballscreens hebben. Dat is gewoon een keiharde fundamental. Die kan je ook aanleren met behulp van een dragscreen of een ballscreen. Een goed screenset is ook een fundamental, dat is ook niet zo makkelijk. Een gezonde bal. Ja. Zou ik zeggen. Ook, maar ook onbal, allebei. Ik vind het niet een vies woord. Ik vind als spelers systeemspelers worden en niet meer beter worden, dan vind ik het zonde. Maar in heel veel gevallen kan je echt wel en, naar mijn mening. Wat is dan het verschil tussen systeem en play? Nou ja, systeem is bijvoorbeeld de shuffle offense van Boyd of de flex offense. Waarin de speler gewoon... Kijk, een goede flex is ook nog een read trouwens, en daar zijn opties in. Maar de meeste coaches, laten we eerlijk zijn, die de flex die doen hem voor de continuity of the movement. En spelers zijn gewoon zo de robots. Het nadeel van de shuffle offense is dat de 5 een backseat zet en hem popt en hem swingt. Dus nooit leert te herkennen welke opties die eventueel heeft uit screens. Als je gewoon 1 turnout screen speelt, dan moet en de screener en de cutter en de passer moeten lezen wat de verdediging je geeft. En dan leer je wel beslissen. Dus er zijn grote verschillen. Ik denk dat methodiek moet aangereikt worden aan jouw coaches. Door welke methodieken ga je herkennen van voordelen in een one-on-one. Maar dat moet die spelletjes zijn, dat moet organisatorisch iets zijn. Nou, dat is misschien de brug naar de volgende keer. Wat ik wil voorstellen is, maar jullie kunnen met vragen komen hoor. Volgende is een vervolg op deze. Ik wil eerst het principe van het voordeel herkennen en uitspelen wilde ik heel erg neerleggen. Want dat is echt, vind ik, nog steeds het grote verschil. Volgende thema wordt timing en spacing. Dus hoe ga je methodologisch ook die voordeelsituaties neerzetten zodat spelers het leren herkennen.
En daarin kan je dit soort vragen heel erg behandelen. Dus wanneer moet je snijden, wanneer moet je juist spotten, wanneer moet je, dat soort dingen. Timing en spacing bepaalt natuurlijk het succes van de eindfase van een aanval. En het herkennen daarvan bepaalt natuurlijk ook de snelheid van de bal. Is niet alleen de man met de bal, maar heel vaak, wat hebben we nu een paar keer gezien, ook heel vaak de man zonder de bal. Als hij niet snijdt, wordt de bal langzamer. Maar juist omdat hij het voordeel gebruikt om te snijden, wordt de bal sneller. Nou, maar de volgende, over een maand gaan we door. Dan wil ik met name dat soort aspecten uitlichten. Als jullie daar vragen over hebben of verzoeken, leg ze neer, dan ga ik dat specifiek uitwerken. Zijn er ook oefenstof bij aan? Wil ik graag doen. En onze grootste talenten zitten bij de academies, dus dan is het ook handig als de coaches er ook zijn. Is dat de stuiteracademies dan, niet de basketbalacademies, de stuiteracademies. Ik vind het veel te veel gedribbeld wordt op die academies. Oké. Nou ja, dit was voor mij echt een heel grote hulp. En jullie kijken sowieso. Ik kijk 3 wedstrijden per week en elke keer leer ik wel iets nieuws. Of leer. Maar dan zie je kleine dingen waarvan je denkt, wauw, wat interessant. En het spel evolueert. Op een gegeven moment was iedereen baseline occupied, hè, bij een weak side drive. En Obradovic verandert het gewoon, omdat hij weet dat alle rotaties erop ingesteld zijn. Dus hij lift hem juist, zulke dingen. Fantastisch. Dus dat wordt duidelijk gekozen voor een offensive tactiek? Nee. Dat prefereer je boven de verdediging? Nee. Want ik zie alleen maar voordeel in de offense, maar ik zie nergens een voordeel in de defense. Nee, maar Nederlandse spelers die zijn in de regel gewoon goede verdedigers wel. Dat hebben we altijd al wel gedaan. En Oké, dat mag, maar ik vind wel, verdedigen kan je iedereen aanleren. Een hele goede verdediger is een ander verhaal, maar dat is ook Nederlandse spelers wel aan te leren. Dat hebben we ook in het verleden wel bewezen. Hè? We hebben met verdedigen hebben ook internationaal relatief succesvol gespeeld. Maar wat we nog steeds te weinig doen, is het voordeel herkennen en uitspelen. Zonder goede verdediging en goede aanval. Dat klopt ook weer. Maar bijvoorbeeld, oké, wat doe ik met de Ola? Onze verdediging is niet zo goed, omdat ik ze alle verdedigingsvormen laat oefenen, omdat ik wil dat die aanvallers leren herkennen wat een bepaalde verdediging je geeft. Maar ik zeg ook, ik hoef niet te winnen. Ik wil gewoon dat ze beter worden. Ik wil dat ze in situatie worden gebracht. En ik weet heus wel dat een jongen die zeg maar basisbeweging heeft geleerd, dat als hij in een profclub komt, dat zijn coach hem heus wel kan leren verdedigen. Want dat is niet zo'n grote stap. Dat is vaak gewoon een stap extra zetten of juist positioneel iets. Maar het leren herkennen, als je dat dan nog moet leren, dan haal je het niet meer. Dus vandaar die keuze. Als je nou, hè, want er is heel veel vraag, hoor je naar even wat materiaal om, hè, om te kunnen gebruiken op trainingen. Nu zitten we hier eigenlijk vanuit een theorie en een videostuk. Zou het een optie kunnen zijn om, ik ga het proberen. Aan jouw training? Ja, ik ga het proberen. Eerder komen, jouw training zien? Nee. Ik ga het proberen om een zaal te krijgen. Okay. Dat lijkt me nog beter. En als het niet kan, moeten we misschien en doen. Ja. Ik wilde wel eerst deze theorie bij jullie neerleggen, hoor. Want, nou ja, ik geloof erin. Ik geloof ook in ons. Ik geloof echt dat wij heel goed kunnen worden. Ik geloof ook in onze kinderen. En dat blijkt toch ook wel. Ik bedoel, met Harms misschien NBA, maar zeker in Europa top. Als hij echt 3 punten had leren schieten, was hij een top NBA-speler. Was hij een nieuwe Porzingis geworden. Gisteren. Had hij een 3'tje genomen? Ja. Mocht hij eindelijk weer een keer? 1 keer per maand? Ja. 1 keer per maand uit de kooi. 100%? Hè? Ja, 1-1. Ik ben bang dat het betere keuze was dat hij ergens in Europa ging spelen. Vind ik ook. Alba Berlin met 300 man, of daar dat hij 2 dunks geeft en dat iedereen zo'n beetje gelijp is, ik weet het niet. Ik ben liever dat hij in Europa gaat gebleven. Vind ik ook. Club, dat was die beter die post. Quinter, die gaat scoren met stappen vooruit bij Alba. Ja. Stond er 19, daarna gaat hij lopen naar het tweede team van Alba spelen in Pro B. Maar nu op Nederland, hè? Ja, maar dan oké. Okay, ja, ja. Maar Mets zat toch al in Barcelona? Post. Hij was toch al in Barcelona? Ja. Maar ja, daar is een lang verhaal. Dat was ook niet zo geweldig. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, wat gaan we doen om die jongens die allemaal nu naar Amerika vertrekken, omdat ze daar opgeleid worden, colleges en dergelijke, om die jongens naar Oekraïne en Letland en dat soort dingen. We willen ze hier goed maken. Totdat ze te goed zijn. En dan zijn er allerlei mogelijkheden. Eerst wat je moet doen is je echt. Maar dat is de situatie altijd. En als je praat over de komende 10 jaar, dan heb je natuurlijk van de 1000 basketballers zou je misschien 20 die heel goed zijn.
En dan is de competitie niet interessant voor de jongens. Oké, dat is een interessante. Wat doe je als je ziet dat je speler zo goed is dat hij in Nederland competitief niks meer heeft? Nou ja, een instituut als het OLA zou dan internationale stages en wedstrijden moeten kunnen organiseren, bijvoorbeeld. Dat is een manier. Of je zoekt een samenwerking met een opleidingsinstituut waarvan je zegt, dit past heel goed bij wat we doen, kan ook. Of je zegt gewoon eerlijk, ja, nou ja, ik ga voor jou regelen dat je bij de jeugd van Malaga kan, zoals Morgan Stilma. En dat je daar ook echt een stap, bijvoorbeeld Quinten Post, 2,13 meter inmiddels, hè, een vier die echt 3 punten kan schieten. Het is gewoon internationaal topprofiel, die jongen. Die heeft er heel goed aan gedaan om naar Berlijn te gaan, om daar ook voor competitie, om tegen dat soort spelers te spelen. Hij speelt tegen het broertje van Moritz Wagner nu en tegen de zoon van Hendrik Reudel. En hij speelt in die Pro B, speelt hij tegen oude profs die echt BBL lang gespeeld hebben. Heel goed voor hem. Dus dat soort trajecten zou je kunnen overwegen. Maar het mooiste zou zijn als wij, het mooiste zou zijn als wij van onderop de breedte sterker maken. En dat we ook in eigen huis meer laten zien dat we om ze geven. Ik belde Kai van der Vuurst. We zijn nu bezig met die jongens die wij echt zien als toekomst voor Oranje. Proberen we een beetje persoonlijke relatie mee op te bouwen ook. Het eerste wat hij zei, eindelijk wordt iets gedaan voor de jeugd vanuit Nederland. Dus begin, laten we daarmee beginnen. Dat we samen ook om die kinderen geven. En natuurlijk moet de BBL of de DBL nog veel meer doen. En de competities moeten nog competitiever gemaakt en misschien moeten we wel veel meer internationaal oefenen. Maar we kunnen ook zelf beter worden. Nee, maar gewoon volledig mee eens. Hè? Maar het probleem is dat de jeugd tot en met 18, 19 jaar, die gaan nog naar school. Ja, geweldig. Dus kunnen ze hier heel goed maken. Ja, maar goed, als ze dan bijvoorbeeld in Slovenië kunnen gaan spelen of in Oekraïne kunnen gaan spelen. Ah, dat gebeurt al, hè? Ja, maar dat gebeurt toch? Naar school, hoor. Ja, ja, ja. Die gaat ook naar school. Nee. En dat wat Marco daarvoor zegt, dat in Belgrado enige in Servië enige kans is daarom voor verleven, dat is het ook niet helemaal waar. Dat is het beetje dat iedereen dat zegt. Die jongens gingen ook daar naar school. Ja, ja, ja. Ja? En hoe? En overal. Nou, hebben ze daar ook wel goede opgeleide jongens gewoon school. En ook natuurlijk in basketbal. Maar de economische perspectieven in Nederland zijn natuurlijk heel anders voor een opgroeiend kind dan een in Servië. Ja, maar als je in Berlijn kiest, bijvoorbeeld, of Bayern München, of Malaga, of dat soort dingen. Dat is een club die ook wel, of schoolzorg. Ja, dan kunnen ze internationale school doen. Dus je wordt ook opgeleid. Nou, je kan ook afstandsschool doen inmiddels. Dat is veranderd worden, denk ik. Nou, er zijn wel meer mogelijkheden in Nederland ook, hoor, inmiddels. Met zat gewoon kalm toen hij in Barcelona zat. Precies. En Jesse Walesson ook? Twee keer in de week moest hij hier. Maar ik wil heel vaak hier. Ik had één ding. Quinten wil naar Amerika. Nee. Ja, ik ken Quinten heel goed. Ik ook. Ik heb in de kerst met hem gesproken in Berlijn. Is hij nu van idee veranderd, omdat het daar waarschijnlijk zo goed was. Maar het idee eerst was, ik ga 1 jaar in Europa spelen. En dan ga ik die stap naar Amerika. Maar dat is ook interessant. Zichzelf nog niet sterk genoeg vond om die stap te gaan maken nu. Ja, en ik weet niet of jij Pieter van Tongeren herinnert. De andere jeugdcoach wel, hè? 2,09 meter, denk ik. Een 3, hè, was hij eigenlijk in de jeugd. Als we eerlijk zijn. Patrick heeft hem getraind, volgens mij. Jouw Veit Herber. Die gaat naar een of andere college, Drake, geloof ik. Volgens mij een van de college en wordt op de 5 gezet. Het was een natuurlijke Kukoc-achtige speler. 5 jaar lang op de 5 in Amerika, komt terug, heeft helemaal geen zin meer in basketbal, is niet opgeleid voor de Europese situatie. Geen NBA-speler geworden, dus eigenlijk heeft hij voor basketbal geen geschikt traject bewandeld. En dat is ook wat ik onze jongens, ben ik de EuroLeague gaan kijken en ik ben ze gaan uitleggen. Kijk. Die wisten gewoon niet wie Sergio Yul was. Die weten alleen maar wie die. Dus wat wij die jongens ook moeten helpen, laten zien, is van luister, als je straks in Oranje speelt, dan krijg je met dat soort spelers te maken. Dat moet je ook kunnen. Nou, dus we moeten dat perspectief een beetje verwerken. Apollo U19 speelt met 3 jongens die terugkwamen uit Amerika om weer mee te spelen. En die hadden het heel moeilijk. Omdat ze toch aan een ander soort basketbal waren. Precies. En ze hebben heel slecht toernooi gehad. Doordat de druk veel groter is, gaat hier toch sneller in Europa. Het denken en handelen is sneller. Ja. Het is daar veel atletischer en veel meer op de 1-tegen-1 gebaseerd. Ja. Dat kunnen ze ook echt goed. Jamie, Bas Leijten en Ian en Aruna. En Ian die hield het wel goed hoor, want die is fysiek sterk. Ja. Maar ik vond dat Jamie en Bas die had het moeilijk met... Nou ja. Maar is ook wat de coach wil spelen? Nee, dit had niet met de coach te maken.
die jongens waren voor kerstperiode weer in Amsterdam of in Nederland. Mm-hmm. En vanuit Apollo was het gewoon leuk om met een gezelschap, die doen ook mee, om ze weer mee te laten spelen om in dat toernooi te spelen. En dat had niet met, zeg maar, met de tactiek van het spel of... Nee, het was toch de tegenstand die heel goed was. En dat was Oostende en Belgrado en ja, die dan toch dat solidere Europese basketbal spelen. Ja, en nogmaals, ik devalueer niet wat in Amerika gebeurt. Hè. Het blijft baken van onze sport. Alleen die uitvoering is uit elkaar gegroeid door de evolutie van de NBA met name. College coaches moeten winnen. Joey van Zeger heb ik in Trier gecoacht. Die kon een beetje drie punten schieten op zijn 16e. Die is 5 jaar lang, 4 jaar ACC, 1 jaar Big 12. Echt grote scholen, echt alleen maar als kanonnenvlees onder de basket gezet. En hij kon niet meer van buiten de no-charge zone schieten. Dan kan je mij niet wijsmaken dat dat een goede opleiding is. Nee, ook niet. Met de knieblessure ook kwam die terug. De meeste zijn zelfs goed. Dat vind ik ook. Dus, maar die zijn wel goed. Ja, oké, okay, akkoord. Maar dan moet je een het voorbeeld wat ik gaf van Moritz Wagner. Dan is het gericht, of van Laurie Markkanen. Dan is het gericht voor die jongen het beste. Dat is een Big Ten, met het speel. Ja. Maar je moet wel weten of het voor de ontwikkeling van... En het, waar ik iedereen in wil motiveren is... 1. Weet wat de Europese denkwijze is en de FIBA voor mogelijkheden geeft. En als we dit leren aan onze jongens, worden ze echt veel beter. 2. We kunnen in eigen land dit soort opleidingen ook starten. Waarom niet? We hebben het potentieel. Coaches zijn toch niet allemaal dom? We zijn toch intelligente mensen in Nederland? Dus we moeten het gewoon oppakken. Het concept van die 5... Losjes staan ervoor, maar die 5 academies die opgericht zijn, waar dan de coaches zouden zitten, dat brengt voor de leeftijdscategorie vooral van 12 tot en met 16 een behoorlijke belemmering met zich mee vanwege het feit van het reisgebeuren. Rotterdam had altijd gericht, je moet daar naar school, dan kun je 's ochtends en dan kun je 's avonds spelen, ja, maar hoe komt mijn kind van 12? Ja. Ja, ik was nog niet in dienst toen deze beslissing is gevallen. Dus ik geef nu een privé mening. Iedereen die serieus met jeugdopleiding bezig is, moet gekoesterd worden. En die centralisering, ik zie wel voordelen, maar ik geloof ook dat meer clubs, meer instanties ook gewoon ondersteund zouden moeten worden door die gedachten.